De winnaar is met 37% van de stemmen. Voetbal in. Yes! Yes! Bobby Eden. Bobby Eden. Had je Bobby Eden? Ja, de Bobby Eden. Ja, dat was leuk, man. Bobby is goed. Bobby? Bobby, ja, nee. Ze moest smakelijk lachen op het feit dat je haar niet kende. Dat, we hebben dat stukje nog even laten zien. Dat, je dat zei, ik wie... haar niet kende? Ja, wie is ik kende wel, hoor. Wie is nee, Bobby? Maar, nee. En ook de opmerking, die heeft meer geslikt dan Jan Boskamp. Nee, niet als Jan Boskamp, had je gezegd, toch? Bobby, nee. Bobby zat erop, hè? Nee, leuk mens, man, Bobby. Helemaal goed. Nou, ja. Jij Bobby Eden? Nee. Maar zit ze nog in die porno-industrie? Nee, ze zit er. Ze organiseert of werkt ze nou bij het Leger des Heils? Nee, ze maakt, organiseert van die beurzen. Ze heeft allemaal van die speeltjes. Ja. Ze zat Helene steeds mee te spelen. Maar, daar hebben we voorlopig geen last van Helene. Nee. We zijn er volgende week weer. Er heeft een bromtolletje in zitten. Maar heeft Bobby Eden... heeft er zo'n bromtolletje in zitten. Op afstand. Die op afstand kan doen. Ja. We schakelen nu over naar Wembley. Sorry, Helene. Ja, dit moet toch volgelopen worden. Anders blijft hij over die toto. Ja. Maar heb je die met opa? Hey, nu hoor ik. Ik doe iets samen in mijn radiostation met een man. En die is bevriend met hem. Oh jee, ja. Oh, jee. En hij schijnt verschrikkelijke humor te hebben. Ja? Ja, je lacht je dood met hem. Dat zegt hij tenminste. En dan komt hij binnen en dan zegt hij... druk weekend gehad. Wat heb je gedaan dan? Ik heb aan de wereldkampioenschappen beffen meegedaan. En dan zeg je van, en hoe is geëindigd? Op een hartje naar de finale gehaald. Ja, Barney heeft dit, ja? Ja, dan moet ik dat brengen. Ja. Ja. Maar hij brengt ze leuke, neem ik aan. Ja, hij brengt ze leuke. Ja. Nee. Of deze, hij neemt een bos bloemen mee voor zijn vrouw. En dan zegt zijn vrouw van, moeten de beentjes weer uit elkaar? En dan zegt hij, heb je geen vaas meer dan? Ja. Dus misschien, Wilfred... Ja, kan niet bij Wilfred. Als jij eventueel volgend jaar nog dat HOS-programma hebt... achter de bar... Barney achter de bar. Ja, die draait we krijgen wel. Dit is wel weer wel een informatiedag vandaag. Ja. Hè? Dat ik zat naar de radio te luisteren. Toen zei ze ook, die takkie... die woonde daar in Dubai onder een valse naam, hè? Nee. Dus die had niet op zijn deur staan. Ridouan Taki had hij er niet op staan. Had een valse naam, hè? Dat had ik niet verwacht. Nee. Jij? Nee. Dat had ik niet verwacht. Je hebt ook nog een relatie met Bridget gehad. We hebben foto's van jou met Bridget uit 95 of zo. Hier, dit ben jij met Bridget, toch? Ja, dat goeie klopt. Foto trouwens. Was jij toen homo, Hans? Ja. Vind je nou hard te lachen? Ja, ja, ik vind het. Vind je nou vind het leuk gevonden? Ja. Vind je het leuk gevonden? Ja. Deed je je toeperen? Nee. Nee. Laat die foto doen. Ja, één keer wat die kijkt. Ja, dit is een beetje. Ja. Er leven twee vogels in je in dat haar, joh. Vroeger had je parachutisten, hè? Die landen op de middenstip. Dat vond ik altijd heel knap. Wat heeft het met Fox te maken dan? Nou... laat me even mijn verhaal afmaken. Oh, okay. Vervolgens kreeg je die... Gaan we nu terug naar de oorlog? Ja, gaan we dat hebben jullie niet meer meegemaakt. Nee. Maar toen, misschien hebben jullie dat wel meegekregen, de dweilorkesten. Dweilorkesten, ook goed. Ja, leuk. Hoempa. Bij Heerenveen was dat daar goed altijd. Daar ga ik ook niet voor naar het stadion. De blauwe dakkapel. Toen vond ik dat wel vertederend, dat ze met kinderen het veld opliepen. Ja. Vond ik vertederend. Nu slaan we helemaal door. Dan zie ik de plaatsen links buiten, die zie ik met bejaarden handje in handje komen. Of zwaar invalide. Nou, dat gaat me een beetje te ver. Maar hoezo? Dus tegen eenzaamheid is dat? Die willen sociale gezicht tonen. Maar ik vind het helemaal niet leuk als iemand handje in handje met opa het veld op strompelt. Ik vind het geen gezicht. Omdat je bang bent dat ze jou gaan bellen, of niet? Daar ben je bang voor, ja. Ja. Dat is jouw angst natuurlijk nu. Er is iedereen die kreeg bij het veld oplopen 2 keer kramp.
Ze slaan nu helemaal door. Het programma van Dennis van der Geest, de wereld rond met 80-jarigen. Heb je wel eens gezien of niet? Nee, heb ik nog niet gezien. Nou ja. Dennis doet er werkelijk alles aan om op tv te komen. Hè? Ja, dat valt best wel. Dat doet hij best leuk, dit programma. Alleen, van de week was er een stukje. Ik weet niet of je het gezien hebt. Ik heb niet gezien. Nou ja, dit gaat over een mevrouw. Die vertelt even iets over wat er in de oorlog is gebeurd enzovoort. En nou, ze gaan even terug in de tijd. Ali wordt geboren als oudste van 4 kinderen. Ze heeft een pittige jeugd. Wij waren dus met meerdere kinderen. Maar we kregen altijd klappen. Wij konden nooit iets goeds doen. En we mochten ook nooit buiten spelen. Heb je daar ooit met je moeder over kunnen praten? Nee. Maar ik denk ook, ze heeft dus ook een hele tijd dus alleen voor ons moeten zorgen. Mijn vader was er dus niet. En waar was je vader? Die was opgepakt. Die was van de verkeerde kant. Die was homoseksueel. Nee. De verkeerde kant. Van de oorlog. Dat is wel heel erg goed dit, hè? Dat is echt heel erg goed dit, hè? Ja, maar niet denkt, ik krijg die Chinees nog wel aan het voetballen. Ja, nee. Dat zit er waarschijnlijk niet meer in, hè? Nee. Maar er hebben toch wel meerdere mensen die man gezien. Dat moet toch wel. Nee, dat is helemaal niet zo. Nee, kijk, Henk van Ginkel heeft alleen maar banden meegenomen. En die hebben dus de scoutingjongens gezien. En die scoutings hebben op advies naar die banden hebben ze geadviseerd. Maar dat waren van die VHS-banden, of niet? Nee, dat zal niet. Om hem niet te nemen. Om hem niet te nemen. Nee. Maar dat geldt voor al die vier. Ja. Maar is dat stadion van 450 miljoen... Dat is iets te veel voor Dick, hè? Ja. Om dat ook voor te schieten. Ja. Dat wordt te veel. Maar daar zou je Dick Advocaat erin kunnen noemen. Dick Advocaat stadion. Arena dan natuurlijk, in de Dick Advocaat Arena. Ja. Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat zou ook een veel kleiner stadion gelijk worden. Ja, dan heb je ook niet zoveel geld nodig, natuurlijk. En zou Jaap Advocaat ook een functie krijgen bij Feyenoord? Jazeker. Denk ik wel, hè? Jaap Advocaat is zijn record kwijt, hoor ik, toch? Ja. Of niet? Die Jaap was een aardige speler, maar meer in mijn prijsklasse. Ja, maar die was de jongste speler ooit bij ADO, die dan een doelpunt maakte in de Eredivisie. Die Summerfield heeft hem nu ingehaald. Zal Jaap niet leuk vinden, denk ik, toch? Dick was de kleinste. Nee, Jaap is een kop groter. Jaap was die echt heel groot, hè? Ja. Dick hoeft in ieder geval zich geen zorgen te maken over die professor die dat rapport gepubliceerd heeft, dat hij van koppen dementie krijgt. Want dat heeft Dick nooit gedaan zijn hele leven. Die heeft nooit gekopt. Nee, hij kon er niet bij. Hij wilde wel koppen, maar hij liep er onderdoor. Ja. Dat vind je uiteindelijk toch wel leuk. Heel erg. Wel. Het is altijd leuk met Dick. Bij het zitvoetbal bleef Dick ook altijd staan. Hè? Wat zegt hij nou? Bij het zitvoetbal bleef hij staan. Maar jij hebt toch die elftalfoto van Sparta... Ja, dat hij op zijn tenen staat om groter te lijken? Ja. We hebben het nu over de toekomstige trainer van Feyenoord nu, hè? Oh. Nee, ik denk dat ik zo belachelijk gemaakt word, dan ga ik daar niet heen. En dan krijgt hij TV Rijnmond nog, hè? Ja. Kijk, dit is die foto. Als je goed kijkt, zie je dat hij op zijn tenen staat. Ja, kijk, hij staat op zijn tenen. Dan is hij nog te klein. Nu, volgens mij, de naam is ook jij bent ook heel groot geweest in Azië, toch, ooit? Ja, heel lang geleden, hoor. Ja, maar je was een grootheid. Ja, maar ook niet in alle landen. Het was puur, wat was het? Taiwan, Korea, Filipijnen, kan ik me herinneren. Maar groot toch, hè? Ja, we hebben heel veel plaatjes verkocht. Ja. Nou ja, veel, heel veel. Ja, ik heb zo'n beetje tussen de 15 en 16 miljoen items verkocht. Dus dat is wel heel veel, maar dat is allemaal in die tijd gebeurd. Krijg je ook je geld en je royalties uit die landen? Nou, je had bijvoorbeeld een land als Indonesië wat niet uitbetaalde. Daar ging ik ook niet heen om op te treden. Ik ging alleen naar de landen die ook gewoon uitbetaalden en de royalties, maar die ook keurig de optredens afrekenen en zo. Maar zwart op wit dan? En dat gaat nog steeds door. Dat zijn natuurlijk nu, het is nu mondjesmaat, maar ik hoor heel vaak van mensen die nog vliegen van, god, ik hoor je liedje nog daar. En het was bij een karaokebar in Korea, een Ticket to the Tropics, Love's Your Eyes. Dat is allemaal voor jullie tijd. Hoe oud ben jij? Ik ben 18. 18? Ja. Centimeter. Nee, sorry. Nee, sorry, mag ik niet.
Excuus. Mijn manager haat me als ik dit zeg. Excuus. Maar ik wil er even mee zeggen, dat jij was nog niet geboren. Maar dat is een periode die ik meegemaakt heb. Ja, waar ik heel veel plaatjes zocht. Toen jij nog niet geboren was en ik nog wel jong was. Dus, maar was dat de vraag? Was dat bevredigend? Of? Nou ja, ik was gewoon even benieuwd. Omdat het, het gaat steeds over de Chinezen komen. En de Chinezen, daar gaan ze naartoe enzovoort. Toen dacht ik, jij aan. Nou ja, ik was echt zo populair dat ik werd zelfs opgehaald door een afhaal Chinees daar. Dat ging hartstikke. Nee, voor Maarten zegt, ik zou zo trekken hebben een schuimpje. Toen wou ik hem wat anders geven. Maar hij zei, dat bedoel ik niet. Dus hij bedoelt waarschijnlijk dit schuimpje. Dus, Maarten was net blij dat hij met die 18 centimeter aan de andere kant zat. Ze hebben het gezellig, hoor, die twee. Hè? Ja, maar maken het van, hoor. Die balen op een steken, Maarten. Maar dat mag wel. Ja, jongens. Zweet zich de takken in het zuurtje. Ja. Maar je mag altijd iets uitdoen, hoor. Dat is geen probleem. Zo. Nee, je kent ik lekker binnenkom. Ik speelde altijd met Robbie de Kip. Bij Haarlem. En er zat er altijd een vent met die megafoon. Ja. En dat was een supporter. En die riep dan altijd als Robbie de Kip aan de bal was. Robbie de Kip, leg eens een ei. Ik had er ook mee gevoetbald. Ja. Jan Slachter is een man van in de 60. En ik heb dochters in die leeftijd van Jan Marijnis ook. Maar ja, ik zou toch thuis niet op een gemakje op de bank zitten als ik wist dat mijn dochter Jan Slachter lag te pijpen. Nee, maar andersom kan wel. Dat Jan Slachter jouw dochter legt te likken. Dat ik ook ranzig, gooi jij niet. Nou, het schijnt als hij Jan drie Viagraatjes neemt, dat hij zijn achternaam eer aan doet. Maar jouw kan. Ja. Mario Wijnert Panning, of je misschien een jasje van Sofia aan had gisteren. Wat was dat dan? Het was een heel mooi jasje van Only for Men. Dat is een heel duur jasje. Dat is een jasje van €695. En dat heb ik met korting. Heb je dat is het een kogelvrije? Ja. Dat is een kogelvrij jasje. Ja, je staat er trouwens net met Tom Beugelsdijk. In Syrië lopen ze allemaal met die jasjes. Het is een uitstekend jasje. En die Tommy Beugelsdijk speelde goed. Die speelde goed. Die kopte vliegtuigen uit de lucht, maar... Jij hebt de warming-up staan kijken van hem. Ja. En dan legt hij ze op de stropdas. Op de stropdas. Hij was aanvoerder. Casper van Eyck heeft jou ter plekke gehecht. Ja, eerst wilde er wat EHBO's me hechten. Ik zeg, nee, ik wil Casper. Ja. Casper gekomen, ja? Mij meegenomen in de kleedkamer van Feyenoord. Waar de spelers nog waren? Alom hilariteit. Ja. Goed. Jongens vonden het leuk. Nou, maar je zag er niet uit, man. Het ziet er nu wat beter uit. Zoals je er gisteren uitzag, moet je kijken, man. Ja, dan ben je zelf toch, wat is dit, man? Dit is toch echt niet te geloven, dit, joh. Ongehoord, dit. Ik krijg heel snel. Ja. Wij hebben morgen om 3:30 HSV Bayern München, als jullie interesse hebben, op Fox Sports 2. Dan om 3:30 hebben we op Fox Sports 1, tweede divisie, twee uitstekende ploegen tegen elkaar. Osaka Boys en HHC Hardenberg. Om 19:15 hebben we op Fox Sports 1. Wat zie ik lachen? Hé, hey, Hans, blow jij! Ik ga omstel maar verder. We hebben dan om 19:45 Ajax PEC Zwolle. Neem jij die pillen van om 19:45 hebben wij Excelsior PSV op Fox Sports 3. Heerlijk, en dan zondag om 2:30 hebben we Twente Vitesse op Fox Sports 1. Wat? Maar deze heeft hij bedacht, dus dat gaat niet werken dan. Dus... Dit heb ik niet. Ja? Nee, hey, doe eens normaal, Wilfred Genee. Je bent echt een hele vervelende gozer, joh. En maar beugen bestaat wel. Ja, ik ben een keer een beugen geweest. Maar wat gaat dit over dan? Ik bedoel, die Jan... mensen kunnen Jan niet meer bereiken. Jongen, dit vind ik echt iets voor vierde nationale tv. Ja, dit is heel handig inderdaad. Jan, ik ben gebeld door Frans en Harry Derks. Je moet naar Beugen. En ze krijgen niet te pakken. Je treedt op in Zalencentrum Tante Janneke. Dat is tegenover snackbar De Natte Frikandel. Dus dan weet je echt wel. Als je het ziet, dan denk je echt... Nou ja, kijk maar even. Nou, de eerste oogopslag is even vertwijfeling. Ja, ik wil niet moeilijk doen, Mark. Maar moeten we daarom lachen? Nou, nee.
Nou, nee, maar die mensen hadden dit goed aan elkaar geknipt. Want ik denk dat heel veel mensen denken dat jij het wel was. Ja, jij ook. Nou, die motor... ik had er niet van opgekeken. Want we hebben ook nog een filmpje, die lijkt nog beter op je. Het zijn gewoon dezelfde kleren ook. Nou, deze man in het filmpje bij Linde, die is wel 20 kilo lichter en afgetrainder dan die... Je hebt weer dezelfde kleren, zie ik nu aan, als je... Ik heb... Kijk maar. Maar wie is dit? Dit ben jij niet, hè? Of ben jij dat dan wel? Even kijken. Dan ben jij... Zeg maar eens wat je te zeggen hebt, Hans. Kom. Nou, kan je laten zien welke het dan wel is? Want dan weet ik het ook niet meer. Dit is Hans dan, ja. Wilfred, weet je, ik... Kijk eens. Ja. Wat wou je nou weer, Hans? Doe dan niet zo moeilijk, ga verder. Nee. Ik ben 17 jaar trainer. Ik ben nog nooit weggestuurd. En alleen doordat jij elke keer dat afschuwelijke filmpje uit 1634 elke keer herhaalt... Welk filmpje? Ja. Oh, dat kwamen we net... Sorry. Ik heb nooit problemen met scheidsrechters. Alleen, wij spelen vorige week tegen Achilles. En ik zeg tegen die scheidsrechter, dankjewel voor de goede leiding. Hij zegt, nee, jij bedankt. Ik zeg, waarvoor? Dat je bij mij niet met je jasje hebt gegooid. Mensen denken dat ik elke week met mijn jasje gooi. Ja, en dat komt alleen maar door jou. Ik zeg, dat komt allemaal door die afschuwelijke... Maar jij hebt het dus eigenlijk helemaal niet gedaan, dat jasje gooien. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dus eigenlijk is het bij je schuld dat jij... Nou, we gaan weer verder nu, hè? Ja? Nee, maar even een vraag. Heb jij nog zo'n strakke straal dat je daar geen last van hebt? Ik straal nog goed, inderdaad, ja. Ah, oké. Okay. Jij niet, begrijp ik meer. Nou, nee, maar als je 's nachts slaapdronken bent... Ja? En dan doe ik het licht niet aan. Want dan maar jij wappert ook echt zo. Het gaat een beetje zo. Ja? Ik heb nu het probleem dat ik hem al met twee handen vast moet houden. Ja, dat sowieso. De witte neger, ja. Maar het schiet bij jou alle kanten op. Maar als jij gaat zitten, ligt hij echt in het water. Ja. René, ja? René, ik verdomme. Ja. Ligt hij in het water gewoon? Ja. Dat vind ik wel knap, hoor. Dan heeft hij... Zo is hij gelijk gewassen ook. Nee, ik stap altijd weer in mijn nat kopje. Ja. Wat is dat studio voetbal saai, hè? Weet je wat jullie zijn? Een stelletje ongelooflijke softies. Nee, hij loopt zijn hoofd erbij naast, man. Groot verschil tussen mannelijk voetbal en gemeen voetbal. En dit soort lijf-aan-lijf gevechten... kun je niet zwaar geblesseerd raken. Kijk, met gestrekt been ingaan kun je maar iemand ongelukkig schoppen. Heb je bril niet op? Moeten we hem dichterbij zetten of zo, die monitor? Ik zal eens even met de bril kijken dan, Wilfred. Ja, je bent te laat nu. Ja, nog een keer. Ja, dat doe jij langzaam die bril op. Dan komt ie. Hij kan het niet zien. En? Wat zeg je nu? Nee, dit is een rode kaart. Ronaldo, die was redelijk gefrustreerd. Ja, Ronaldo was ook moe. Ook moe? Ja. Ja, van vakantie gaan met zijn vriendjes. Van zijn haar knippen en zijn vriendjes. En zo staat hij maar. Dan word je toch gek die van Ronaldo, is dat nou een nicht, denk jij? Ik weet het niet. Dan moet je daar een vraag aan. Ik ga het niet of het nou nicht is of niet. Dat zou mijn zorg zijn. Het gaat erom dat hij heel goed kan voetballen. Alleen nu laat hij het niet zien. En wat zegt meneer dan na afloop? Die is heel gefrustreerd. En die gaat dan zitten zaniken over die Ieren. Dat die Ieren niet de poort openzet omdat koninklijke hoogheid Ronaldo door kan. Willem, we gaan gewoon eens even naar Nederland toe. Want we hebben nog niet het vuurwerk wat we willen beloven. Maar die doet toch niet mee, of wel? Nee, nee toch? Ja, nou ga ik twijfelen. Nee, ik heb het gelezen, ze staan helemaal. Ja, dat is zo goed, dit, hè? Ja. Maar waarom gaat hij er dan zitten? Nou, ik denk dat Willem er gewoon voor het geld gaat zitten, zoals wij hier ook voor het geld zitten. Ja. Nee, maar dat was ook een hele discussie. Want ik heb of zit jij hier voor plezier dan? Nou ja, ik heb de hele discussie ook dat die Willem zei... Maar de beste drie gaan ook door. Waarop Hardy zegt, ja, maar nummer 1 en 2 toch ook? Dat is zo goed, joh. Dat is een constante... Ja, heerlijk, maar man. Ja, maar ze zijn toch helemaal veranderd? Wat is het nu? Qatar Airways en wat hebben ze allemaal? Jawel, maar moet je nou... Van 100 meter afstand zag je dat de zwalbe was. Ja. Die jongen deed helemaal niets. Hey. Dit vind ik net zo erg als iemand in zijn nek bijten, hoor. Ja? Ja, dat is toch ook heel asociaal gedaan. Ja. 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 Nou, ik word opnieuw geëmotioneerd. Ik merk het aan je inderdaad, ja. Ik ben echt boos, hè? Ja. Ja. Pleuris Barcelona. Ja. Maar ook naar de sauna met z'n allen, ja? Ja. Ja. Gemengde sauna. Gemengde sauna. Ja. Ja, bij jou thuis of zo dan? Of? Nee.
Maar goed, bij René thuis is ook een gemengde zaak. Daar ben jij vast nog nooit geweest, Jan, nog wel? Waar? Daar ben je een saunaatje, wereldje. Lekker, joh. Ja? Saunaatje? Ga jij met Joke Bruijs naar de sauna? Niet te geloven. Dat is werkelijk niet te geloven. En zo'n meisje die staat helemaal stijf van de zenuwen en ja, wil eigenlijk niks zeggen, maar is zo in de war door alles wat er op haar afkomt. Tuurlijk. Dan moet je zeggen, joh meid, het is beter als jij niet aan tafel gaat zitten. En dat verwacht ik van een journalist die hij zo graag speelt. En als er dan zo'n stoephoer uit Amerika komt die alleen maar geld wil verdienen, ja, en die zegt dan, dat kan ik niet zeggen. Dan zeg je, joh, wat kom je dan hier doen? Ja, nee, ga dan ergens met je benen wijd liggen, kun je een patiënt erbij verdienen. Nee, die... Ja, nee, dat is absoluut een feit. Maar Rob, je eerste moment. Wat heb je gezien? Nou ja, ik heb gisteren natuurlijk de hele avond op dat bankje gezeten. Want dat moest voor jullie. Ik wilde voorbereid komen. Jij moest van die zwarte lijst af, dus je moest er alles aan doen. Ja. Ik heb de tip van Johan ook onthouden. Want ik heb bij dat VI Oranje had ik even die wedstrijd niet gezien. Wat best cruciaal is natuurlijk. Als je hier te gast bent, kun je beter wel naar een wedstrijd kijken. Ja, maar wij kijken nooit naar wedstrijden. Niet? Nee. Ja, joh. Meer een illusie aan. We hebben een gast gehad, die had geen enkele wedstrijd gezien. Maar dat doet er niet toe. Nee, maar daar kregen wij de kat van. Dat was het ene van de tennisser, zo'n wijsneus. Die kwam, maar die had geen wedstrijd gezien. En die ging af als een gieter. En toen kregen we hem terugwekkende gedrag. In de VARA-gidsen sneer van, ik vond het helemaal niet leuk. Ja, John van Lotten was dat. Ja, ook gelezen. Die ons ook nog een keer of drie had ge-sms van, wanneer mag ik nou langskomen? Nou, nu heeft hij wel genoeg gehad, hè? Ja. Het maar het blijft een lul. Trouwens, even heel iets anders. Joep Douw uit Den Haag vraagt zich af, beste René, ga je Twan van Peperstraat ook zo missen bij de NOS? Ja. Ja, maar je hebt wel... Kijk, je hebt wel eens emoties dat je... Bijvoorbeeld dat... André Agassi zijn laatste wedstrijd speelt, weet je, dat, en het publiek in New York wordt gek. Standard dan kan ik me voorstellen dat je daar iets wat emotioneel onder wordt. Maar als je in een lege studio staat, ja, en je doet dan na 10 seconden dit. We stonden op de autocue natuurlijk en nu huilen. Dat stonden, ik bedoel... Ik heb het niet gezien. Nee, niet gezien? Nee. Dan komt hij aan. Even voor jou. Twan met zijn afscheid. Tja, en wat moet je nou zeggen? Er komt een... Ja, ik... Einde van 20 jaar studio sport. Dat is moeilijk. Weet je wat, René? Ja. Maar het leuke is, hij is voor de poen naar Fox gegaan. Ja. Gewoon voor de poen. Ja. Ik vind die Victor Reinier, dat is die vent toch van Flikker Maastricht? Ja. Een vreselijke man. Wil je nog één keer zien? Ja. Kijk dan nog één keer. Eén keer goed kijken. Kijk. Ja, ik... Die is niet goed. Ja, maar... Nee. Nee, maar... Ja. Nee, maar dat kan toch niet. Jij ook nog mee. Nee. Jij was niet uitgenodigd. Wil je weer zeggen. Jij was niet uitgenodigd. Met? Voor die islamsafari in Molenbeek. Islamsafari! Zie Jan zitten met die Geert Wilders in een busje. Wat een man. Dat was bij jou natuurlijk. Jij woont in Molenbeek. Vijf minuten. Jij woont in Molenbeek. Je was niet uitgenodigd. Ik ben een beetje de leider daar van die gast. Islamsafari. Meer om het feit, we moeten er nu toch even over praten. Alle mensen krijgen waarom praat je nog niet over Europol? Het 8-uur-journaal opent er zojuist mee. Weet je wat ik het leuke vind? Nou? Dat we hier 2 jaar al bezig zijn over dit onderwerp. Tom Knipping heeft hier 2 jaar geleden gezeten. Die riep toen al, er zitten Bel-Chinezen op de tribune. Alles erbij. Lachen. Alle andere media lachen van dat gelul. En ze zijn met allerlei Indianenverhalen bezig. En nu komt het langzamerhand uit. En nu komt die witte Chinees van Studiosport. Arno Vermeulen. Arno Vermeulen. Die komt... Die komt uitleggen hoe de vork in de steel zit. Die weet er helemaal niks van. Kijken naar de programmakaart, wat er allemaal te zien is de komende tijd weer op deze zender. RTL 7, zometeen trouwens het Dars, mag je niet vergeten. Daar. Rocky. Ja, nee, Rocky. We doen weer geen overdicht. Nee, WK Darts 2013. Het is darts de hele week. Ja, morgen om 1 uur, dan ook om 6 uur weer, om 8 uur. Doet die trambestuurder ook mee? Die is zometeen live. Koos Stompé, de matchstick. Matchstick.
Ja, maar die ligt er na een kwartier uit. Nee, altijd, dan maar... moeten alle mensen een beetje weg met dat bord. Ja, oh, we hebben nog een paar gehoord. Kijk, ja, gooit hij er ook naast. Ja, die gooit nog wel eens een ruit in. Irritant genoeg zijn, zeiden ze ook. Heb je trouwens nog goede voornemens voor het jaar 2012? Wil Job Holzhauser uit Emmen graag weten? Nee, helemaal niet. Dat is fijn om te weten. Willem, leuk dat je er bent trouwens. Ja. We hebben elkaar gemist, dat weet je ook. Nog even over FC Utrecht. Nee, zonder gekheid. Alles. Het is humor, Willem. Humor om te lachen. Maar het gekke met hem is, van er lacht nooit iemand als hij met humor komt. Nee, daar het ongelukkig over. Je zegt wel duidelijk. Ik bedoel... je hebt een naam om geroepen te worden, dan weet je wie je bedoelt. En of je nou kaal hebt, een bril hebt, geel bent of rood haar hebt, dat maakt er allemaal niks uit. Er zijn toch geen, of een kleur hebt, dat maakt er allemaal niks uit als je heel normaal doet. Ja, Johan, en jouw reactie? Ja, nee, ja. Het is wel normaal. Die rode loopt daar, of die schele, of die bril. Ja, of die man met die snor, hè? Ja, dat maakt er nou uit. Die snor met dat lange haar, weet je wel, dat kan echt niet. Of die pedante presentator. Nee, ja. Klopt, hè? Hij heeft in ieder geval een korte raar, maar goed. Ja, Johan, hè? Beter geknipt. Kan zijn dat het niet groeit of het is goed geknipt, dat kan ook. Ja, ja. Goed geknipt met name. Ja, heeft Sinterklaas een föhn gehad, Johan? Ja, dat dacht ik al. Hier in dit decor en prachtige nummers, dus het is echt de moeite waard. Kunnen wij niet een tip, hè? Keeën mag hem meenemen, want die wordt niet verwend met die palingsound daar. Nee. Ja, nee, daar komen wij nog niet bij in de buurt, wat dat betreft. Daar moeten we nog even werken, Johan. Vindt hij heel mooi. Paans. Ja, nee, maar ik ken zijn wansmaak. Ja. Ik ben inderdaad gek op de Cats bijvoorbeeld, ja. Maar dat geldt terzijde. Bent u een beetje gek op de Cats, meneer Verossen? Het zegt mij totaal de niet. De Cats niet? De Cats is van uw generatie. 60 jaar. One Way Wind, Lia. We hadden het net nog over de Beatles, dan moet u de Cats ook kennen. De Cats kent u toch wel? Nou, de Beatles heb ik wel eens van gehoord, maar de Cats... Nee. Maar voor een historicus heeft hij weinig... Mijn indruk is altijd dat Volendam vrijwel volledig uit krankzinnigen bestaat. Er zit er een naast u, hoor. Vrijwel volledig, zei hij. Vrijwel volledig, ja. En enkele maar kunt u dat toelichten, of niet? Maar hij is die man die commissaris heeft benoemd. Dus ik ben aan het helemaal... helemaal duidelijk. Maar waar baseert u dat op, dat het louter uit krankzinnigen bestaat? Nou, denk eens aan het PVV-stemmen in Volendam. En dan het internationale programma, ja, dat verdient eigenlijk wel wat extra aandacht. Zeker de wedstrijd van morgen, 14:45. Het debuut van Louis van Gaal als coach van Manchester United. Hij speelt dan thuis met zijn ploeg tegen Swansea. Die wedstrijd is te zien op Fox Sports International. Daarna nog de wedstrijden van Tottenham en Arsenal. We hebben trouwens ook nog een DFB-pokaalwedstrijd van Bayern tegen Münster. En op zondag dan Southampton, de ploeg van twee keer Koeman. Die uitspeelt tegen Liverpool. Vanaf 14:30 is dat te zien. En daarna nog een paar andere mooie Engelse wedstrijden. Kortom, een mooi internationaal programma naast al het nationale voetbal bij Fox Sports. Twan, bedankt. Veel plezier nog daar. Ik hoop dat het nog wat gaat worden met die wedstrijd. En veel succes dit weekend ook. Jo. Hoi, veel plezier daar. Jo, dankjewel, Twan. Nee, dat ging prima. Jongens, kom op. Nee, dat ging hartstikke. Ja, die groeien, natuurlijk. Maar wat René zegt, ben ik het wel mee eens. Al die types in daar in Scheveningen ook. Dan krijg je die RTL-sterren, politici, zangers. John Williams. Het voegt al de slechtste alle tijden. Slechter als John Williams. John Williams hebben we nooit gehad. Want toen vroeg jij, wat is je favoriete club? Toen zei hij, nee, daar geef ik geen antwoord op. Ja, ik ken er nog een, maar die is, als ik die noem, wordt hij weer heel boos. Dus dat ga ik niet doen. Die tennisser. Ik had het niet moeten opbrengen. Nee, maar ik zag hem laatst weer op tv. Ja, dat zat hij bij Fox volgens mij toen, ja. Dat is een vreselijk joch. Nee, doe dat nou niet, want hij wordt altijd boos. Als je hij wordt altijd boos, ja. Hoe heette die nou? John van Lottem. John van Lottem, ja. Die kwam praten over het Nederlands elftal. En die ging mee zitten lullen, maar die had de wedstrijden niet gezien. Ik zei, wat kom je hier dan doen? Hij zegt, ja, ze hebben me gebeld. Maar als ze mij gaan bellen van of ik Wimbledon wil komen verslaan... dan kijk ik wel naar die wedstrijden, hè? Was dat hij niet naar binnen mocht. Zometeen dus darts. En morgen volgens mij ook darts. En die dachten nou ook darts. Dus heel veel Koos Tompé deze week. Die laat een snor staan trouwens. Heb je dat gezien, Ko? Ja. En Marcel Maaier ook de snor laat staan? Ook een snor, ja. Portugal, Zweden, dan Afrika. En Wilfred Gené? Heb ik niet. RTL 7 darts, Grand Slam of darts. Het is alleen maar darts inderdaad. Ja. Waarschijnlijk nog een hoop geld aan verdienen. En morgen bij De Wereld Draait Door presenteert Wim Kieft zijn boek. En wij als insiders, heftig, wij weten dat het een heel heftig boek is. Hij onthult in het boek dat hij 20 jaar... kookverslaafd is en een hele hoop problemen gehad heeft... waardoor hij in ernstige financiële problemen zit. Hij is waanzinnig openhartig. Ik denk dat het niet zou durven. Hij geeft zich helemaal bloot. En dat vertelt hij morgen allemaal exclusief aan
Hij schijnt een van de weinige Nederlanders te zijn die kerstkaarten uit Colombia kregen. Ja. Alleen grootafnemers die hebben dat, hè? Ja. Voor de rest kreeg niemand dat. Dan moest je per schip het aan laten voeren. Daar heb je niet van op dat hij gekke dingen doet. Maar Henri Schut, dat vind ik echt een hele saaie, nietszeggende man. Er wordt dit weekend weer darts gespeeld. Dus nee. Ja, echt waar. Kijk even mee. Dus genoeg darts dit weekend weer. 48 uur achter elkaar? 48 uur achter elkaar darts. RTL 7. Oh, nu ook al zie ik trouwens. Oh, daarom liep... Ja, ik zag Ko net al lopen. Players Champions Finals. Nu ook? En groot nieuws, hè. Ko laat zijn snor scheren, hè. Echt waar? Ja. Ja? Live? Ja, live op tv. Nee, maar dan gaan alle kijkcijfers die worden weer verbroken dan. Ja. Zou juichers moeten doen. Even kijken naar de andere wedstrijden. Er wordt ook nog veel meer gedart. En hebben we ook nog aanstaande maandag. Hij moet zijn haar laten groeien. Zit hij er nog? Dat lukt niet meer. Gisteravond, na al dat voetballen, vervelen ik me. En ik zit zo zinloos naar die tv te staren. Ja. Maar na Studio Sport, dan begint dat boerzoekvrouw. Boerzoekvrouw, ja. En ik heb dat nu voor het eerst zitten bekijken. En? Vond je het wat? Maar dat is gênant. Ja. Nou, ik zou liever mijn hele leven... Met mij aan tafel zitten? Een rukje eraan geven, dan dat ik daar in het openbaar ga bidden en smeken aan een of andere boerenpummel of die het met me wil doen. Ja. En ik vind het echt verschrikkelijk. Wordt ook nog uitgeselecteerd. Op een gegeven moment mag hij dan zeggen welke vrouwen overblijven. Dan val je ook nog eens af het is natuurlijk. Het is gênant voor ons. Die zitten met plaats vervangen de schaamte bij. Heb je genoten van Roy Donders trouwens bij NAC op het veld? Of zeg je van nou liever niet? Nou, dat vind ik zo flapdol, die gozer. Geen fan van. Er was één man bij, die doet een bloemen of zo met grijs haar. En er zaten dus vijf van die dames te kwijlen bij hem, die om alles lachten wat hij zei. Maar ik denk, als je nou een beetje karakter hebt, het was zo'n nare, zelfingenomen man, dan loop je te plaatsen. Dan noem je de plaatsen, loop je weg. Hè? Iedere vrijdag zie ik dat piepkuiken. Je bedoelt die Mark-Marie Huibrechts? Ja. Hele aardige jongen hoor. Ja? Ik liep laatst naar Amsterdam, toen hoorde ik. Joehoe! En Jean-Marie, ontzettend aardige Mark-Marie. Jongen. Ja, Jean-Marie. Mark-Marie Huibrechts, Jean-Marie Pfaff. Jean-Marie. Ja. Ja, dit was eigenlijk wat ik eventjes wilde vertellen. Maar het belangrijkste is dus de kaart en morgenavond... Hélène, kom even erbij, joh. Hélène, kom even erbij. Ja, kom, Hélène erbij. U kijkt naar nationale televisie op dit moment. Hélène is er ook bij. Dames en heren, applaus, ja. Ik vind het echt een schatje die Hélène. Goed is dit, hè? Hansi. Is die weg? Is die weg? Ja, hij kan zo weer terugkomen, dat weet je nooit bij Hans natuurlijk. En jij hebt er zin in vanavond, of niet? Ik heb ontzettend veel zin in. Je lijkt een leuke avond, Sinterklaas die misschien langskomt en zo, toch? Ja, ik heb liever dat Sinterklaas langskomt dan onder hoes. Ja. Wat vind je ervan? Nou, misschien komt hij ook nog wel. Ga nu even zo'n warme boter staan. Opa! Danny Vera die was erbij gisteren. Die heeft meegespeeld met ons in Middelburg. Ja. Uitverkocht huis. Tuurlijk. En de mensen waren heel teleurgesteld dat Patricia Pai er niet bij was bij ons. Ja. En, maar ze belde me smiddags op, maar Patrice. Ja, ze belde me smiddags op. En ze zei, ja, ik kan absoluut niet zingen. Ik heb zo'n vieze smaak in mijn mond. Nee, ja. Ja. En Ko is er niet vanavond? Ko is er niet, nee. Nee, Ko zal wel uitgeschakeld zijn weer. Ja. Dan had hij er wel moeten zijn natuurlijk. Ja, toen moest ik ook weer zo lachen daar. Ik kom daar dus... Michel van Egmond is eerder als mij. Ja. En die komt daar die Jort Kelder tegen. Maar die Jort Kelder kan me over één ding praten, dat is over geld. Ja. Dus die of over Jort, maar... Ja, of over Jort. Ja. Twee dingen, Jort of geld. Ja. Nou, en op een gegeven moment loopt die Michel tegen het lijf... en hij ziet dat Michel zo'n zendertje heeft. Dus hij denkt, die Michel is aan tafel. Dus hij zegt... Dus die Michel zegt, ik ben de schrijver van het boek Grijp. Oh, wat armoedig. Nou ja, zegt Michel, hoe bedoel je armoedig? Nou ja, zeg, daar is toch geen brood meer in te verdienen... in die hele boekengebeurtenis. Dus, nou, die Michel, maar je weet hoe Michel is, die liet hem maar een beetje gaan. Ja. Maar even by the way, dat boek is mij volledig ontgaan. Dus, maar is niet erg, hè? Ik ben gast, daar is niet erg. Ja. Toen
toen gaat hij op een gegeven moment... is dus onze vriendin Kim Kleisters is als eerste. Mm-hmm. Maar Kim Kleisters, dat is gewoon een wereldster, hè? Ja. En Kim Kleisters komt dus vanuit Antwerpen, Johan. Hij heeft 3,5 uur in de taxi gezeten... om 10 minuten in De Wereld Draait Door te gaan zitten. Ben je dan gek? Als je Kim Kleisters heet en je bent gewoon de top van de top. Zou je zeggen, Jan doet het wekelijks? Nee, de top van de top in de tenniswereld. Nee, ja, Jan heb hier 1,5 uur. Zij heeft 10 minuten. Ja. Maar nou komt het, zij zat daar. En dat is gewoon een hartstikke lieve meid, hè? Die ziet meisje spijkerbroekje aan, weet je wel. Hempie aan. En die zit daar over die Jort Kelder. En dat meisje gaat zitten vertellen van... Nou, ik zou eigenlijk best wel, als ik daar... Ik ben nu gestopt en het is toch wel leuk, weet je. Kan je gewoon lekker even een tijdje niks doen. Weet je wat hij toen zei? Ja hoor, met niks doen. Er moet wel brood op de plank komen. Hij wist helemaal niet wie die tegenover hem had zitten. Hij dacht gewoon dat het de zus van Brenda Schultz was, hè? Het is gewoon 4 jaar nummer 1 op de wereldranglijst gestaan, Johan. Heeft dus $50 miljoen bij elkaar geslagen. En hij zegt zo, er moet wel brood op de... Hij weet helemaal niet wie er aan die tafel zit. Het is lekker als je één... De collega's, wie zijn de collega's? Ja, van gisteravond. Wat zei die? Kijk, nou, die zei, nee, hij kan niet linksback spelen. Ja. Collega Arno. Ja. Waarom kan hij geen linksback spelen? Nee, omdat hij speelt steeds meer naar voren natuurlijk. En die keeper die daar altijd... Waterreus. Waterreus, ja. Je kent ze niet. Nee, maar goed, die heeft nooit een mening over iemand als hij niet bij PSV speelt. Want in een straal van 25 kilometer om Eindhoven is hij geïnteresseerd... en verder bestaat de wereld. Nee, maar toen hoorde hij die van dat boek, mag ik aannemen toen toch? Toen komt het. Ik kom dus beneden. Kom ik beneden, dus dan verzamel je daar. Toen zegt hij tegen mij, hij zegt zo, jij bent van dat boek? Ik zeg ja. Hij zegt, beetje armoedig, hè? Verdien niks. Ik zeg, nou ja, 7,5 ton, het is niet helemaal niks. Wat? Zei hij toen tegen mij. Wat? Zei hij toen. Dus wij gaan aan die tafel zitten. Nee, want die zei hij nog, alsof hij mij ermee pestte. Ik denk dat ik daar zo nog even op terugkom. Ik zeg, ja, je hebt groot gelijk, joh. Dus wij gaan aan die tafel zitten. En ik zit naast die Michel. En hij pakte gelijk zijn kans. Dus hij zegt, zeg, die 7,5 ton die ik in de gang hoorde, hoe wordt die verdeeld? Ik zei, nee, is de man, Jort. Nou, toen trok hij helemaal wit weg. En toen is hij met een ambulance naar Slotermaat ziekenhuis gebracht. Maar toen dacht ik bij mezelf, Johan, dit is toch... Kijk, Matthijs is gewoon een professional. Maar dit is een gerespecteerd programma. Waar er gewoon dus één zit die geen idee heeft waar het over gaat. En met zijn karakteristiek van zichzelf. Die man die zit daar in dat nerveus gesneden pak van hem onzin uit te kramen. Onzin uit te kramen, en dat PC Hoofdstraat jargon, dat is blijkbaar commercieel voor de tv. Ja. Nee, maar tegen die... Met die politie- en brandweerbretels van hem. Jongen, tegen die Kim Kleisters. Hallo, er moet wel brood op de plank komen. Zei hij gewoon. Hij had totaal geen idee wie dat meisje was. Nee, volgens mij wordt er weer gedarts ook. Ja, kijk daar, gedarts. Heb je Raymond zometeen autofiche, maar Raymond Barneveld gaat met een bril gooien. Nee, niet met een bril gooien. Die doet een bril op als hij gaat gooien, las ik net. Dat had hij 10 jaar geleden. Dat moet Koos Tobé ook gaan doen. Ja, maar die heeft een bril. Ik lees John Verlotten, die had getweet. Ja, maar wacht even, John Verlotten. Nee, die had getweet. John Verlotten heeft dit programma geen enkele zeggenschap. Want die John Verlotten. Ga je dat weer vertellen, dat verhaal, dat hij niet wist waar hij het over had? Nee, John Verlotten, als het over voetbal gaat, die lult alleen maar uit zijn nek. Die zit daar namens Fox te praten. Ja, ik begrijp dat Fox die wedstrijd graag heeft. Want anders moet Fox Van Gaal bij Kees aan tafel 7 keer herhalen op zijn eigen dag. Risico op tijd vertrekken, zegt hij. Dan heb je een hele leuke voetbalmiddag. Ja. Levensgevaarlijk, man. Je kan die mensen de straat niet opsturen. Onverantwoord dat zo'n vlegel die uit een ander wereldje komt, dat hij dat soort dingen zegt. Maar werkt hij nu bij Fox? Hij werkt bij de ECV. Maar werkt ECV bij Fox? Voor, ja, je zou moeten kijken. Product manager brand of het is allemaal. Dat heb ik altijd graag willen. Dat heb ik altijd graag willen zijn. Ja, dat is natuurlijk. Dan kom ik hem weer tegen en wil hij mij weer op mijn bek slaan. Maar eigenlijk wil hij jou op je bek slaan. Maar hij komt jou nooit tegen. Dus ik had eens een keer een spreekbeurt in Groningen. Zat hij in de zaal. Ja? Begon hij ook weer te schreeuwen. Echt waar? En ik denk, welke gek is dat? John van Lottem. Jij wordt boos altijd, hè? Ja, hij is altijd boos. Ja. Ik had een keer mijn zoontje op mijn nek. Begon hij ook altijd mijn zoontje te schreeuwen. Nee, bij het huilen. Ja, dat had je tegen je vrouw moeten doen. Ja, dat zei ik ook. Doe even normaal, man. Mijn zoontje erbij. Dat scheelt dan tegen mij. Dus eigenlijk altijd een beetje boos. Maar ja, dat moet je niet... Ik heb geen 5 eigenissen zoals Jan. Nee? Maar ik heb 3 eigenissen. Nummer 3! Ik had er niet bij willen zijn, maar had je niet graag naar Chantal Jansen vanavond willen staan? Nou, eerlijk gezegd ken ik Chantal Jansen niet. Laten we even gaan kijken, want ik begrijp dat René nu aan het woord is daar in Carré. Even luisteren wat hier gebeurt allemaal. En ze hebben wat woorden voor je. Oh, mogen wij wat zeggen tegen René? Dag. Ja, dat moeten jullie doen.
Absoluut. Wat opbeurende woorden graag voor René, want het is toch wel een spannend moment, hè, voor de Talent Award. Nou, René, je kan het, maar voor de opbeurende woorden moet je natuurlijk zijn bij Johan Derksen. Ja, René, ik denk dat het geen enkel probleem is, want ik zie allerlei gladjaners in beeld en daar kun jij niet van verliezen, jongen, hoor. Chantal. Ja. Gewoon een grap maken, René, en zelf het hardste lachen. En dan lacht heel Carré mee. En geef het op een briefje. Nou, het laatste wat ik hoorde, dat hij met de dochter van Willy Brokamp was. Maar... Ja, dat is toch een leuke dochter, zei jij? Of? Ja, dat is een ontzettend lieve meid. Ja, nou ja, dan heeft hij het toch goed gedaan? Ja. Het gaat uiteindelijk toch om de liefde, Johan? Dat is waar, Wilfred. Nu ken ik je weer. Ja, hè? Zo is het komt, wel. Komt Ria Visser ook nog? Het is wel een rondje 32-2, zag ik net voorbij komen. Ja, nee, maar met die trui. Je bent een beetje... Je bent een beetje Mars Smeets junior, hè? Ja, nou ja. Je weet dat het mijn grote held is natuurlijk, hè, Mart? Mag ik dat zeggen? Dat mag ik zeggen. Ja, dat mag jij zeggen. Ja, dat mag ik, ja, dat mag ik zeggen. En, Mart kan er heel goed tegen, hè, als we een parodie opvoeren. Ja, hè? Nee, dat vindt Mart erg leuk. Ja. Dat mag ik zeggen. Jan, jij zit ernaast. Voor jou geen opbeurende woorden, maar dan doe ik het maar gewoon even, ja, als ik collega. Heb de gladjaners al gekregen. Dat is wel opbeurend genoeg, toch? Gladjaners hebben ik zeg, Barbie heeft een goed zin. Wie is die man dan? Weet ik niet. Dat, Jan. Dat was die Jan Kooijmans, voor alle duidelijkheid. Die gladjaners. Jan Kooijmans? Jan Kooijmans, ja, die zit in... En die is ook genomineerd. Die is genomineerd, ja. Ik had hem toch niet beter kunnen typeren, of wel? Nee, zo'n enorme plakhaar competitie. Ja, want ik kan er glad uit zien. Kun je toch niet van verliezen? Was, dit was toch wel... Dit is een beetje jouw lief. Ja. Zou die ooit verdedigen in de middenvelder gespeeld? Oh, let op, jongens, daar komt-ie. Ken Jan Kooijmans! Nou ja, zeg! Schijn dat toch? Jan Kooijmans? Ja. Jan Kooijmans. Waar heeft hij dan gespeeld? Wat is dit allemaal, zeg? Wie is Jan Kooijmans? Vrouw, dit is maf. Dit is weer blatten. Dit is allemaal maf. Ja, als jullie ook nog valt. Niet. Nee, als je Magelle in je haar hebt. Ja. Jij had moeten gaan. Ja. Lekker dit, zeg hij. Nee, maar wat heeft Jan Kooijmans voor onze maatschappij ooit gedaan? Hij schijnt in goede tijden, slechte tijden. Heeft ooit iemand gelachen om Jan Kooijmans? Nooit. Hij heet trouwens Jan Kooijmans, voor alle dagen. Oh, ja. Nee, dat begrijp ik ook wel. Ik zou me daar ook heel opgelaten voelen als je daar in een pak... En al, daar heb je zo'n wereldje, ons kent ons. En dat kust elkaar allemaal, dames met open jurken en heren die helemaal opgedirkt zijn. Dat is ons wereldje niet. En dan zit er een of andere vogel naast je en dat is dan je concurrent... Kooijmans, hoe de hel is Kooijmans? Kooijmans. Het is hartstikke leuk voor zo'n stad als Dordrecht als ze weer eens eredivisie voetbal hebben. Want het is van oudsher natuurlijk toch een echte voetbalstad. Dat kun je nu niet meer voorstellen. Maar vroeger met DFC, EBOH en Emma hadden ze gewoon drie profclubs daar in de stad. En die stad leeft, man. We hebben dadelijk die Koninginnendag is bij ons. Die laten we dingen doen, let op. Ja, die gaat, ja, die gaat eraan, hoor. Palen en zo ook? Ja, die laten we paal dansen die maximaal af. Ja? Ja, dat wordt geen koekappen, dat wordt erger. Nu. Let hem maar op. U begrijpt het niet. Geforceerd. Uiteraard zou ik ook met ons drieën wel eens een keer met Linda de Mol in bad willen. Ja. Staat zij ook in de blote kont, Vigo? Staat zij ook in de blote kont? Ik dacht het niet. Het was wel leuk geweest als ze gewoon spontaan zo'n hele grote harde kutscheet gelaten had. Ja, je zit nou weer in een ex-voetbalprogramma. Ja, maar zo plat heb ik ze dan net. En dan zeg je volgende week tegen mij dat we niet te plat moeten maken. Ja, we gaan zo meteen praten over onder andere de Nederlandse competitie. Natuurlijk over Ajax ook. Want volgens mij wil je wel iets kwijt over Ajax, toch? Of niet, Ken je? Nou ja, als jij iets erover wil weten, dan zullen we daarop reageren. We heffen het op, Ajax. Ajax, stoppen? Stoppen ermee. Ja? Gewoon lekker doorgaan. Nee, ja, nee, Haarlem is ook weg. Ja. Niemand mist die club. We gaan door met Almere City FC, want dat wordt het nieuwe Ajax, heb ik me laten vertellen. Er zit zo ja, want alle Ajax topmensen gaan er langzamerhand heen. Ja. Lachen jullie mee, jongens? Nee, we lachen niet, joh. Nee, joh. Dat is een grapje dit, oké? Ja, weet ik. Ja, nee, maar... Nee, nee, maar dit, ik lach ook maar. Bij dit programma maken we wel eens een grapje. Dat ben jij niet gewend. Nee, dat je niet vergist natuurlijk. Nee, ik moet een stapje naar beneden. Ja. Ja. Dichter bij het publiek. Ja. Nee, want anders had ik wel gezegd, jongens, ik gooi het op tafel. Zoek het maar uit. Nee, dat doen we. Ajax, jongens, wat vinden we ervan? We hebben heel veel darts, maar dan niet ook een klein beetje, maar heel veel darts hebben we. Kijk,
Je kunt gewoon... Ja, iedere deur die je hier open trekt, staat een dartsspeler achter. Ik moest net pissen, stond er zo'n gozer voor me. Ja, de Mighty Mouse was dat volgens mij, toch? Van Gerber. Mighty Mouse? De Mighty Mouse, ja. Ze lijken ook allemaal op elkaar. Ze gaan allemaal op elkaar lijken, de dartsspelers. Oh, Mighty Mike eigenlijk niet door. Ik dacht Mighty Mike. Mighty Mike, ja. En, beetje euforisch al die medailles, dat goud, zilver, brons, alles pakken wel gelijk. Nou, ik kijk vol bewondering naar die enge Eurlings. Oh, die Camille Eurlings. En dan die minister-president. Dat vind je ook een beetje eng, of? Laat hem eens naar een clubhuis van een hockeyclub gaan. Nou, loopt hij misschien tegen een leuk meisje aan. Hij had die Poetin wel, had die Poetin wel te pakken, hè? Ja? Zag je hem kijken? Die trok even wit weg, hè? Als zijn schoentjes kijken. Nee, ja, maar die heeft echt zijn laatste waarschuwing gehad. Op zijn nummer gezet. Ja. Ja. Maar de koning in het buitenland noemen ze zo iemand een hooligan. Maar het is onze koning. Ja. Oké. Okay. Maar ik moet wel zeggen... Had je niet verwacht dat Mark daar uit de kast zou komen? Dat hij tegen die Poetin zou zeggen, ik zal je wat vertellen? He? Ik hang hem erin bij jou vanavond. Nee, dan ben je direct het land uitgezet. Ja, dat kan niet. Nee, dat kan je niet maken. Als Kiesna, dan moet ik aanhoren wat Jola ervan vindt. Interesseert me geen kloten. En die kleine Verstappen, hè? Ja. Weet je wat hij moet doen? Die moet die vader lekker dat op de tribune zetten. Dat dacht ik ook meteen. Donder op, ik heb helemaal geen zin in die Jos. Ik moet nu iedere keer lezen wat die Jos ervan vindt. Ja, overal, die man, Jos. Die kon nog geen autosleutels vinden. Die heeft nou nog steeds grind tussen zijn billen. Die is 400 keer de grindbak ingereden. Ja. Rot op, man, met die Jos. Zet die man op de tribune met een vlag. Die liep kwaad de pistraat uit, nee, hè, toen die motor... Het lag allemaal aan een Renault motor. Die man moet weg daar. Ja. Dit gaat om dat veentje. Ja. Is dat allemaal gelogen van die kraai dan, met die jokerbedrijf? Wat jij nou vertelt, kraai. Oh, die liegt altijd kraai. Met joker bedoel je weer? Ja. Ja, dat is niet te doen. Joker wordt er ziek van, hè? Ja? Ja, dat is wel normaal, joh. Heb jij een triootje gedaan met joker dan? Nee, toch? Met Gerard. Gerard Cox en jij. zie die twee al bezig? Laaienlichter, ja. Ja, dat noemen ze dubbele penetratie. Toen was gelukkig heel mooi. Goed. Het belooft een leuk weekend te worden. Er is nog wat ophef. Feyenoord dacht dat ze met Castaños rond was. Maar dat schijnt met een jeugdcontract te maken. Ik zal het niet de Rudris maken, want misschien kan Keita niet meer volgen. Maar hele slechte grap ook weer. Ik heb de indruk dat Ken je langzamerhand naar Jack van Gelder begint te lachen. Kom op, jongens. Maar, wat vinden we ervan? Ja, ik heb hier nog een nieuwtje. Doe maar mee. Nee, ik was inmiddels op je AFC. Dit is wat te veel insight, heb ik de indruk. Nee, maar Jeroen Pauw kondigt het niet aan, maar die doet het wel. Ja. Wie? Ik zeg, Pauw die kondigt het niet aan, maar die doet het wel. Ja. Zou wel en zijn. Hans kondigt het aan, maar die doet het waarschijnlijk niet. Zou het zijn als Jeroen Pauw dan het eind van Pauw Witteman zou zeggen... Nou, schat, gaan we wel liggen. Kom, dan gaan er in Nederland 30.000 vrouwen liggen. Ja. Als Jeroen Pauw het zegt. Of die andere superruim naast hem. Weet je? Paul Witteman, ja. Ja, die gaat thuis heel de piano zitten spelen als hij thuis komt. Die doet het ook niet. Nee, denk je niet? Die doet het ook niet, nee. Nou, laat ik je zo zeggen, Paul is een hele gezonde man. Ja? Ja, daar vergis je nog in. Okay. Die is ondeugender als jij denkt. Ja? Ja. Maar hij heeft een jongere vriendin inderdaad. Maar Paul is natuurlijk beschaafd ondeugend. Die doet het discreet. En wij lopen er wat te koop mee. Maar hoe weet jij dit nou weer, dat hij dat discreet stout is? Nee, dan? Maar Paul is gewoon wel een echte man. Maar Paul Witteman is een discreet stoute man, daar komt het op neer. Ja, nou, in Nederlandse taal, die loopt net als wij zijn lul achterna. Ik mag toch aannemen dat dit de sepservice vanavond haalt? Ja. Oké, okay. Nou, Jos Verstappen vanochtend ook al boos. Die zegt dat wij er allemaal niks van snappen, dat we kritiek hebben gehad. Jos Schindbak. Jos Schindbak. Nee, maar Jos neemt mij niet serieus, omdat ik denk dat je autosleutels nodig hebt voor mijn Formule 1. Dat was een grapje. Had hij geschreven, dat was een grapje. Dat gaat niet gek. Die Lewis Hamilton loopt toch niet met sleutels in zijn zak? Dat snap ik toch ook nog wel? Nee, verstappen. Nee, want hij kon niet meedoen aan de race van zijn sleutels kwijt. Laten zien, moeten jullie even raden hoe oud die gozer is. Hoe oud is deze speler? Gewoon even, ze schrikken waarschijnlijk nu een beetje in de regie, dus we moeten hem even zoeken. Maar hoe oud is deze speler? Speelt bij Lazio. Even gokje. Hoe oud is die? Die is 36. Maar hij is bijna goed. Ietsje jonger is hij. 14.
17 jaar oud, volgens de boeken. Maar... Ja. Jozef Minalis zit bij Lazio. En ze hebben alles erop nagekeken. Maar dat schijnt allemaal te kloppen. Maar deze gozer schijnt echt 17 te zijn. Er kunnen vier duiven op zijn. Maar je kunt toch in Arskan toch aan de botstructuur zien hoe oud iemand is? Ze kunnen er niet achter komen. Maar hij wordt niet zo oud als hij eruit ziet, hoor. Want dat is echt ongelooflijk, man. Echt, Oscar Harris. Ja, Oscar Harris. Dat lijkt niet op, ja. Die is echt zo, ja. Die is 73. Oscar Harris. Song for the Children. Dat was toch zijn grootste hit, of niet? Song for the Children, toch? Ja. Song. Kan je die spelen? Kan je een stukje spelen? Oscar Harris. Oscar Harris. Ah, joh. Song for the Children. Racist. Wilfred. Waarom heeft Badari opeens een rol als bodyguard bij Cristiano Ronaldo? Heb je het meegekregen of niet? Ja, ik heb iets zijdelings meegekregen. Ja, maar die Badari die schurkt altijd tegen die Cristiano Ronaldo aan. Letterlijk bedoel je of gewoon? Nee, maar hij wil graag in die omgeving gezien worden. Maar je moet hier aan tafel wel een beetje uitkijken dat je niet te nare dingen over Badari zegt. Want die is in staat om hier... hier langs te komen en dan Theo de brandweerman, die houdt hem ook niet tegen. Gonna tell the truth today. Follow me. Trust in me. Follow me. Lean on me. Follow me. Dag dames en heren. Vrijdag 14 februari, Valentijnsdag, en we zijn er weer helemaal klaar voor. Anderhalf uur praten over voetbal. Met Johan Derksen, Emiel Schelpers. Dat is goed, hè? Dit. Jij vond het goed, hè? Ja. Oscar Harris. Oscar. Ik heb met hem gevoetbald, hè? Nee. Ja, tuurlijk. Met Oscar? Hij speelde bij dat diezelfde al. En? Ja, geweldig. Ja, goed? Ja, tuurlijk. Hij had wat weg van Eusebio. Wat, hè? Zo. Ja. Hetzelfde... So, Johan. You said that you would cook in the kitchen if he got 50 kitchens, okay? But now he's got 250 kitchens. Oh, not that rich. 50 if you get 250 kitchens, you're going to cook in that kitchen naked. Oh, yeah. That's the challenge. I think he will do that. You can have a penny to cover up the meat and two veg. No, he says I'm the white Negro, so it's no problem. Yeah, he always says that in the show. He always says it. Yeah. Yeah, you couldn't say that in England, but God bless yeah. Holland. Yeah, he can say everything. Ik kan ook niks doen. Ladies and gentlemen, Mr. Oscar. A little love, it's what mama used to say. When plans for tomorrow, yes, I gotta tell the truth of today. Follow me, trust in me. Oscar Harris, ja! Zoveel punten kost dat ze het kan... Wat? Wat zit je nou weer aan te denken? Ik zit naar die Koos op Peter te kijken. Die hebben ook geen snor. Nee, die hebben ook geen snor. Die had wel een snor. Die had wel een snor. Ja, ja, die had een snor ooit, Ko, hè? Nog? Heb je nog een snor? Ja, tuurlijk. Onze haar is van zijn hoofd op zijn lippen gevallen. We hebben Ko niet in beeld dan? Nee, ja, we hebben Ko in beeld, ja. Nee, je kan Ko beter niet in beeld nemen. Zo, 400.000 man weg. Ik heb niet vaak, maar ik heb helemaal blind gelegen. Ik ben sowieso een fan van Joep Schreuder. Ja? Ja, ja, ja. Ja, want ik ken hem al heel lang, weet je wel. Want hij deed vroeger... NAC TV deed hij. Ja. Daar had hij nooit weg moeten gaan. Want dat was echt zijn niveau, NAC TV. Ging nergens over. Nee. Ging nergens over. Maar kon niet goed. Dat kon niet goed. Dan had hij bijvoorbeeld... schoof ik aan bij hem. Dan had hij bijvoorbeeld... dat de NAC-supporters mochten dan vragen stellen. Dan zei hij tegen mij... Nou, René, hier een NAC-supporter schrijft. Ik zei, nou, dat lijkt me stug.
Hij zegt wat? Ik zeg, nou, dat er een actieporter kan schrijven. Ik zeg, dat zie ik nog niet gebeuren. Maar in ieder geval... Het zijn nu pas mensen die voor hebben. Dus in ieder geval... Maar ik had gisteren weer... Ik voel het zo goed, want jij bent heel kritisch, hè? Jij bent heel kritisch. Bijvoorbeeld als die Maaier, Marcel Maaier bijvoorbeeld bij PSV in het buitenland staat. Oh ja, daar ga ik elke vraag. Ja. En hij gaat Cocu wat vragen en hij gaat... Dan ben jij heel kritisch en zeg je wel eens mager. Nou... Dat doet hij wel eens. Dat is een beetje eng. Nee, maar dat doet hij wel eens. Dat doet hij wel eens. Soms ben je een beetje eng. Dat is niet erg. Dat is niet erg. Ja, eng. Ik ben lekker begonnen. Nee, maar je moet kritisch zijn. Ja. Maar ik heb dus een interview gezien tussen Joep Schreuder en Peter Bos. Ja. Maar Joep gaat... Die fluistert, hè? Maar dan wordt hij net de vieze man van Cote de Bier. Dus die zei dus tegen die Peter Bos... Hey, je mist Boni, hè? Hey. Ik heb het goed in, ja. Ja, hè? Je mist Boni, hè? Nou, zegt Peter Bos, ik zou de beste Boni bij willen hebben. Hij dan opgesteld. Waarop die Peter Bos zegt... Nou ja, als ik Boni had gehad, dan had ik hem inderdaad wel opgesteld. Dus je mist er een. Boni, ja. Boni, hè? Nou ja, Boni, ja, dat zou wel... En dat was het. Ja, ik heb het gezien, en toen zat hij te kijken. Toen dacht ik, dit gaat dus helemaal nergens over. Dat is hetzelfde als je tegen Cocu zegt... Hé, hey, je mist Romario, hè? Boni is al 3 jaar weg daar, weet je wel. Ik voel het zo mooi. Ja, speelt ook altijd hetzelfde, valt me op inderdaad. Ja. Gewoon een bandje, zeg jij. Ja, dat is de Gerard Joling van de klassieke muziek, hè? Nee, maar hij is een keer heel boos op mij. Toen zat ik bij die jongens van de EO, hoe heet die? Knevelen van de Brink. Knevelen van de Brink. Ja. En toen was hij in de telefoon. En ik had net een artikel in de Volkskrant gelezen... dat een paar mensen uit de klassieke muziek... Die zeiden, hij heeft wel heel veel succes worldwide, maar het is een hele beperkte violist. En dat heb jij weer netjes herhaald toen. En dat heb ik toen gezegd. Ja. En toen werd hij heel, heel persoonlijk. Ja? En dat vond je niet fijn, dat heb nee, je wel... zo van, kan die klootzak niet beter commentaar bij het voetballen geven dan als ik mijn klassieke muziek bemoeien? Wat op zich waar is. Ja, natuurlijk is dat waar. Maar ja, ik dacht, ik zit daar toch. Ja, ik moet toch die kant op. Ja, ik roep het even. Toch wat zeggen. Ik denk dat er één man is die daar absoluut anders over denkt. Hij zit later bij ons ook aan tafel. Hij gaat zingen Vincent over... Vincent Bijlo. Nee. Nee, dat is dan? Frans Bauer. Okay. Die gaat straks zingen over een skippiebal. Ja, ja. Die, deze uitzending ook gewoon. Ik denk dat de mensen nu wel heel erg benieuwd zijn. Ja, dat gaat allemaal op Frans RTL 4 gebeuren. Frans Bauer over een skippiebal. Ja, Frans Bauer, dat is voor het goede doel weer, hè, voor kinderen enzovoort. Maar ik hoop het wel, ja. Ja, de skippiebal. Frans, wat is jouw voorspelling voor vanavond? Mijn voorspelling? Ik denk dat het 2-0 wordt voor Nederland. Ik voel zo'n songfestival momentje aankomen namelijk. Waar is Frans eigenlijk? De Frans zit daar op het terras. Hij zit daar op het terras. We genieten hier nog van de Scheveningse bier. Maar heb je gedronken, Frans? Heb je gedronken? Ik heb cappuccino op. Oké. En liggen jullie straks daar spreken, kan dus niet als wij met 2-0 gewoon een feestje gaan bouwen. Is goed, ouwe nou. Dan mag je van mij 3 uur zingen als we 2-0 winnen. Dan ga ik er Frans, je 3 uur zingen. Ja, toch? Hey, moet je ook niet iets met hem een keer gaan doen op dat muziekgebied van jou? Nou nee, hij zit niet zo in mijn... Vaarwater. Nee, maar ik vind... Gewoon een hele leuke man. Hij kan ook goed zingen. Klaus Hamer, die kan mooi zingen. Maar ik vind het helemaal niks aan. Nee, dat kan toch? Dan houdt het op, inderdaad, ja. Nee. Het is ook warm voor krijgen. Het is hier warm, inderdaad. Ja. Ja, misschien moet ik me ook zorgen. Ja, dat zijn zware onderwerpen voor onze René, dit. Ja. Ik moet je zeggen, als staat je vrouw ernaast te halen, ik zou het zo doen. Al. Ja. Vindt hij leuk, hè? Denk jij er nog wel eens aan, Johan, of niet? Waaraan? Nou, waar Gerard het over had? Nee, dat heb ik helemaal afgesproken. Ja, is dat voorbij? Ja. Dat heb je op je 65, hè? Dan krijg je andere hobby's. Ja. Die vrouwen krijgen bij jou zo'n ontzettende schrale muts van die snor natuurlijk. En die ordinaire homo-humor van hem, ik vind het geweldig. Die is gewoon zichzelf. Is dat zo ordinair is het ook weer niet, Johan. Ah. Nou, lik toch maar reet. Dames en heren, een hele goede avond en hartelijk welkom. Vrijdag 13 juni dit jaar 2014. Een historische dag uit het Nederlands voetbal. Er zit hier kennis aan tafel, maar één echte kenner. René van der Gijp, Theo Jansen, Johan Derksen en de echte kenner Frans Bauer. Ja.
Terwijl René het al die tijd al gezegd heeft, die Brazilianen kunnen er geen kloten van, we gaan makkelijk door. Of niet, René? Ik vond alleen die Philippe Melo wel goed spelen vandaag. Ja. Jongen. Ik zit heel verbaasd naar rechts te kijken, hij heeft geen bril op, maar volgens mij is het hem wel of niet? Het is gewoon Mark Rutte, dames en heren, is ook nog aanwezig. Ja. Wel leuk trouwens dat je er bent, dat wisten we helemaal niet. Maar je wilde even bij Johan Derksen even kijken hoe het ging allemaal. Ja, ik ben natuurlijk een fan. Ja, ik heb niet voor niks op je gestemd natuurlijk. Ja, precies. Dat heb ik jou zien vertellen bij... Heb je al een abonnement op VI genomen? Wat zeg je? Heb je al een abonnement op VI van Voor Wat Hoort Wat Beeld? Ja. Ik lees het iedere week. Een beetje dommig wat de Amerikanen doen. Die rennen heel hard, maar ze hoeven niet zo hard te rennen als ze wat kiener waren en wat tactisch wat sterker. Maar zo zijn ze niet opgegroeid, hè? Want jeugdtrainers heb je niet. Een vader is daar de coach. En soms zijn er ook vrouwen die daar gewoon de leiding hebben. En ze worden dus gewoon niet... Is dat niet goed? Ja, nee, sorry hoor, maar wat is daar mis mee? Daar is alles mis mee. Want? Nou, omdat vrouwen natuurlijk in de keuken horen. Nee. Ja, dit is mijn publiek. Nou, kijk eens. Kijk, als je altijd een grote mond hebt en meningen verkondigt, dan moet je wel eens op de blaren zitten. Ja. Ik zit nu ontzettend op de blaren. Dan moeten we dan om de vijf tellen roepen van jongens, we staan in die finale. We staan in die finale. Op 20 juni het jaar 2010, de late uitvoering van VI Oranje vanuit de Kurhaus in Den Haag Scheveningen. Vandaag met Johan Derksen, René van der Gijp, Jan van Halst en Erik Dijkstra. Een beetje bang toch? Ja, gooien. 5000 lange kilometers. De dood of de gladiolen. Wat dramatisch, dit moet je er even uitknippen hoor. Ja. Hier krijgen we problemen mee, dat is wel duidelijk. Ja. Jij zei, als het zo gaat komen, mag hij 3 uur zingen. Hij gaat vanavond... Hij mag voor mij 3 dagen zingen. Ja. Voor mij komt hij iedere dag nu. Ja. Dat maakt mij niet meer uit. Ja. Hij heeft zelfs onze welgemeende collega Hansie Hansie een keer hard aangepakt ook. Oh. Dat vonden wij echt heel pijnlijk. Nou, dat vind ik ook, dat moet je niet doen. Nee, dat moet je niet doen, hè? Nee. Als je naar Hans komt, die komt ook bij de Bosman. Ja, dat bedoel ik dus. Ja. Heb je nog samengespeeld zelfs? Ja, zeker. En heeft hij je veel geleerd in die periode? Toen ook al met jasjes, of niet? Nou, dat was meer met verband, dat hij een beetje kon trainen. Dat zijn enkel en zijn knieën zat hij in te tapen. Ja, een soort bouwpakket, hè Hans? Twee keer per week trainde hij dat. Twee keer? Ja. Maar veel geleerd neem ik aan van Hans. Ja, zeker. Maar die irritatie bij Van Bommel? Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je van Hans geleerd hebt eigenlijk. Wat zou je dan van Hans geleerd kunnen hebben, denk jij? Ja, zaawas of scheren of dat soort dingen. Nee, maar ik vind nog steeds dat ik had voorspeld een 1-2 nederlaag. Dat niet zo'n onverstandige suggestie Het scheelt niks, 5-1 winnen of 1-2 verliezen. Nee, precies. Klein verschil natuurlijk als allemaal. Als ze nou tegen Chili... verliezen bijvoorbeeld. Moet ik dan de hele avond zo naar jou zitten? Nee toch? Nee hoor. Nee, maar wel. Ik sta voor mijn woorden en ik heb geen gelijk gekregen. En jongens, hang me aan de hoogste boom. Nou ja, die snor eraf. Hou je echt nog van mij? De Budweiser ook Jupiler in het bestand heeft staan, dat je het even weet. Jupiler is onze vriend. Ja, die zijn goed, hè? Ja, die zijn fantastisch. Wij zitten al 2 jaar in een decor van Jupiler. Ja. En we hebben de Jupiler League. En Jup, is Holland nog, Jup. Zit ik op de... Wat is dit voor uitzending? Ja... Je bent gestoord als je... Jetro Willems doet die anders, zie ik altijd bij PSV, hoor. Maar die hebben hetzelfde. Dat is eigenlijk een mislukte linksbuiten. En die speelt nog steeds linksbuiten op de positie van een bek. En dat is levensgevaarlijk. Maar als je dat vroeger deed, dan werd je door die oudere spelers helemaal verrot geschoten, hoor. Ja, natuurlijk. Ik ben ook... ik heb mijn voetbalgeschiedenis tot mijn 14e was als bek. Dus, maar dat zetten ze de jongens neer die geen talent hadden.
Ja, dankjewel, Mark. Nou, bij mij in het dorp, als je niet kon voetballen, ging je schaatsen. Ja, dat is ook een goeie. Is bij mij ook uiteindelijk gebeurd, ja. Fuck Johan Felixen. Fuck you. I'll kill you. Fuck Johan Felixen. Fuck you. Mijn oprechte excuses, dit gaat echt te ver. Dit mag en kan ik niet doen. Wat ik daar gedaan heb, nogmaals, onmogelijk. Voor het grote publiek kan je dat niet zeggen. Ondanks dat ik het heel anders bedoel en niet letterlijk. Ja, nou. Ja, hij had een groep, I kill you, had hij ook nog geroepen. Dat staat ja, nou ja, in. Maar ik vind dat helemaal niet erg, joh. Nee, maar dat is duidelijk een man met het IQ van een paraplu-bal. En als er dan... Geintje, qua jongens, zal allemaal wel meevallen. Wij staan er dus omheen gisteravond, Willem en Gordon. Je wil het niet geloven, maar dan gaat het dus zo. Dus moet u even kijken wat er gebeurt. Gisteravond op de redactie, hier bij VI Oranje, Hans en Dennis. Je begint een beetje vet aan je lichaam te krijgen, pik. Dat mag ook gewoon hier, hoor. Nee, maar nee, ja. Nee, joh. Dat is heel onverstandig, Hans, wat jij nou doet. Dat moet je niet doen. Loop je al? Ja. Nee, joh, nee, niet hier. Kom op, Nou, moet ik wel bij het nee, maar je moet wel opstaan. Ja, oké. Dat is een bordje in de camera. Ja, was het? Top, man. Ja, ik ben er klaar mee. Geen uitdaging. Zo'n ouderwetse klassieke VVD'er. Meneer Van Aartsen is echt zo'n ouderwetse, bijzonder deftige VVD'er met een beetje een warme aardappel in zijn keel. Maar dat vind ik... Daar hou ik wel van, ja. Van die mensen. Ja, maar jij bent toch zelf ook een VVD'er? Ja, maar ik ben niet een klassieke met een warme aardappel in mijn keel. Nee. Nee, je bent meer een boerenlul uit de provincie, zoals je vaak zegt. Ja, daar spreek ik niet tegen. Nee, nee. Dat zijn jouw woorden. Meegemaakt. Maar Johan, je hebt echt net de Polonaise gelopen. Het is de ergste avond die ik ooit meegemaakt heb. Echt waar, hè? Frans Bauer die de hele avond liedjes naast me zitten zingen in de Polonaise trekt. De uitslag goed beantwoord. Ik word er gek van. Ja. We hebben de beelden, we hebben de beelden, dames en heren. Dan komt die Johan Derksen in de Polonaise. Kijkt u nou toch eens. Ja. Nou, dit gaat de wereld over. Als Louis dit ziet, Johan, dan kan je nooit meer wat zeggen. Ze gaan nu alleen nog maar huldigen met de rondvaart als we winnen. Wat vind jij daarvan, na de laatste keer, Zuid-Afrika? Nou, ik vind, meen ik uit de grond vermoord worden, Wilfred, dat meen ik. En jij vindt van niet waarschijnlijk. Maar als dit Nederland zelf tot de finale halen en verliest... Dan vind ik het meer dan terecht om gewoon 3 dagen met die boten door die grachten te varen. Nee. Dat zou een prestatie van je welste zijn, man, met dit elftal. Kom op, hé. Als stel je voor, dit wordt wereldkampioen. Ja. Dat Ron Vlaar binnenkort, ik noem maar wat, Ronald Koeman tegenkomt en zeg... Goed, man. Ja. EK. Ron Vlaar. Ja. Dat is wel knap, hoor. Ron Vlaar. Trouwens, over leidinggever gesproken. Hij is terug, hè? Wie? Hij is terug. Wie? Nou ja, hij is terug. Dat hebben we toch allemaal gelezen van de week, of niet? Kredemannetje. Kredemannetje is terug. Ja. Ons ijdeltuintje. Ja, nou, hij is terug. Maar denk je ook dat het Kredemannetje de problemen gaat oplossen? Nou, die is nog maar goed terechtgekomen hier vanuit dit programma. Hè? Die heeft carrière gemaakt. Zo. Nee, maar de mensen die het gemist hebben, er zat hier ooit een man. En die heette dan het Kredemannetje bij ons achter de schermen. Mm-hmm. Die zat dan aan die bar te vertellen dat als je meer geld hebt dan de tegenstander, dan maak je meer kans om bijvoorbeeld kampioen te worden. En hij zei ook, Real Madrid heeft meer geld dan Ajax bijvoorbeeld. Ja, zeker ook tv-geld. Ja. Hij heeft daar veel last mee gehad, hè? Ja. Met dat soort uitspraken. Ja. Hij zocht de grenzen op bij Johan hier in dat programma. Nee, maar het was want hier... wij hadden wel eens dat ze tegen elkaar zeiden... Wij zouden dat niet durven zien. Nee, wij sineerden ons echt voor. Het was een komen en gaan van advocaten. Ja. Het waren... Pittige uitspraken nou, na pittige... Ik vond het ook tegen smaad aanzitten. Dat kon echt niet, inderdaad. Nee, dat, Ja, hij was weer op dreef, jongen. Ja. Harry, goed. Ik heb even een beeld. Stukje, ja, Harry. En daar gaat hij.
Kijk, hij gaat nu wijn proeven. Hij gaat nu wijn proeven. Hij weet het verschil tussen wit en rood niet, hè? Dat moet je weten. Kijk. Lekker, Arie. Kijk. Dat is het topcafé, Cairosa. Dat is wel echt meer met Sangiovese, dus de Italiaanse druifsoort. Lekker. Ja, ik vind ze allebei lekker. Hele week open. Kunnen gaan, let op. De hele week open? Ja, zonder dicht. Zonder dicht. Ja. Dat doet hij altijd, hè? Dat doet hij altijd. De hele week open, nee, dan zegt die man zonder dicht. Dat vind ik zo goed, man, ja. Ongelooflijk veel gebeurd. Verrassend gisteravond natuurlijk. PSV, eerder deze week Feyenoord door. Maar het grote nieuws van deze week is natuurlijk Jan Slachter. Johan, ben je jaloers op Jan Slachter? Een vriendin van 30 jaar jonger? Of zeg je... Nou, ik wil er eigenlijk geen grappen van maken. Want ik vind Jan Slachter een hele aardige man. En ik vind... die politicus Jan Marijnissen ook een hele aardige man. En... Ja, maar hij gaat niet meer Jan Marijnissen. Nee. Maar kijk, het is natuurlijk best een... Nee, maar dat is dat een serieus... zou nog leuker zijn. Dat zou nieuw zijn ook. Nee, maar het is een serieus probleem, weet je wel. Jan Slachter is een man van in de 60. En ik heb dochters in die leeftijd van Jan Marijnissen ook. Maar ja, ik zou toch thuis niet op een gemakje op de bank zitten... als ik wist dat mijn dochter Jan Slachter lag te pijpen. Die twee hebben absoluut geen last van... Nee, geen minderwaardigheidscomplex. Nee, hè? Die totaal niet. Nee. Hè? Die, ik vind het zo'n zeldzaam zelf ingenomen kwal. Nou. Ik zit thuis bij de koffie met mijn vrouw die stemwijzer te doen... en ik kom bij die lul uit. Ja, nee! Ja! Nee! Nou, helemaal. Vind ik een schat van een man. Daar kan ik wel om lachen. Ja, leuke maar man. Die Engert, moet je zien liggen, zeg. Ja! Die is ubereng, is die. Die is echt... Hier is nog geen naam voor. Moeten we echt een naam voor verzinnen. Thierry Baudet? Nee, dat is een andere naam. Nee, we noemen Wilfred. Nee, ja. Maar hij... ik snijd deze zo meteen uit. De filetjes. En die bak ik zo meteen lekker aan. Hoe bak je die aan? In de pan. Ik vind 66% dat Koos op een lul is. Dat is toch raar, want wij komen hier Ko heel vaak tegen. En dat is gewoon een hele leuke man. Ja, maar je hebt ook aardige lullen. Ja? Ja, maar Ko is een aardige lul. Heet hij nou Ko of Koos? Nee, Ko heet hij. Ko. Maar de cijfers lopen op, dat is niet zo leuk voor Ko. Moet hij vanavond aan de bak of niet? Weet ik eigenlijk niet. Vanavond. Nee, ik zag net die giraf lopen met die hele lange nek. Weet die? Ik weet niet hoe die heet. Nee? Nee, ik Scholten bedoel je? Scholten, ja. De tripod heet hij, Scholten. Nee, maar die komt natuurlijk alleen als de Efteling dicht is. Ja. Daar staan. Ja. Nou, en nu weer. Hij is ook niet de man natuurlijk die spelers aantrekt. Daar hebben ze Gredemannetje voor. Gredemannetje heeft ons cabaret genoemd trouwens op TV West. Dat is ongelooflijk. Maar... Dan moet hij heel erg op zijn tellen gaan passen. Ja, nou wordt het leuk, ja. Nu wordt het leeg. Want anders komt Gredemannetje aan de beurt. Ja. We laten niet alles over ons komen. Nee. Kijk, daar zit hij met die uitgestreken smoel. Ja. Gredesmoeltje. Wel één ding, weet je. Ja. Ik las ook vanmorgen dat van die vier kopstukken... dat las ik vanochtend in de krant. Maar dat vond ik... Vanochtend, vanmiddag was het eigenlijk. Vanmiddag heb ik vier kopstukken. Okay. En dat vond ik eigenlijk een beetje denigrerend... naar het grootste kopstuk wat Den Haag ooit voortgebracht heeft... Mijn held. Ja. En ik snap werkelijk niet dat die niet bij die vergadering aanwezig is. Ik heb een foto van hem. Kom maar op. Ja. Ja, maar dat vond die is toch geweldig, dit! Dat vond dit is mijn held, hè? Dat vond die Deetman toen niet leuk. Ja, dit is geweldig, man. Die Deetman heeft... Weet je? Had jij het idee gisteren dat die... Dat idee kreeg ik. Ik zit ook maar voor de televisie. Ja. Ik kreeg een beetje het idee dat die Henk Grol wel erg teleurgesteld was. Kom op. Wat was die teleurgesteld, hè, Henk Grol? Maar die goos heeft echt zijn hele leven eraan gewijd, man. Ik bedoel, die heeft echt zo hard getraind. Ja, maar Wilfred, ik heb het idee dat de laatste 10 jaar... ik alleen maar een teleurgestelde Henk Grol gezien. Dat is wel zo, ja. Korte baan geven. Jij vindt niet? Nee, maar dat heb ik laatst ook even gezegd. Wij zaten aan tafel. Die jongen wordt wereldkampioen. Ja? Die vliegt uit China hier naartoe. Die wordt met per zeg maar, met motorrijders van de politie... wordt hij bij de wereldrijd door afgezet... Helemaal uitgeput stapt hij aan tafel en het eerste wat hij zegt...
Ik vind het geen sport wat jij doet, joh. En die jongen schrok er echt van. Ja? Weet je. Ja. Ja. Hij was het er wel mee eens. Dat, nou ja, dat weet ik niet. Hij was het er wel mee eens. Nee, natuurlijk niet. Het boek zelf, Ben, dat, waar kunnen we dat kopen? In de boekwinkel. Waar kunnen we dit boek kopen? Dat is toch geweldig, of niet? Dat je dat dan iemand vraagt. Maar de darters, heb je nog gezien? Ze hebben een speciaal dartsbord voor jou gemaakt nu, hè? Nee, heb ik niet gezien. Nee? Koos Tompé, Koos voor deze zijde. Leuk. Alles wat Koos doet, vind ik leuk. Ja, nee, kijk, Ko had hem gemaakt. Hier. Leuk. Kijk, leuk, hè, dit? Ja. Johan Dees. Koos moet eens een keer een potje winnen. En die speelt niet meer. Oh. Nee, volgens mij heeft hij überhaupt wel eens wat gewonnen in zijn carrière. Ja, ja, ja. Ja? Ja, geen toernooi, maar wel eens een wedstrijdje gewonnen. Dat wel. Hij is kampioen, ja. Hij is kampioen van alle trambestuurders in Amsterdam. Ja. Wat zit je nou te lachen? Ja, ik ben ooit met Frits Barend bij Cruijff thuis geweest, in Barcelona. Ja. En kan je je voorstellen bij jou thuis. Ja. Dus Cruijff zit in een stoel, Cruijff zijn vrouw, aardige mensen hoor. Ja. Hapjes maken en Frits en ik zaten in de kamer. Waarop Frits op een gegeven moment tegen mij zei: wil je iets meer van het huis zien? Ik denk, wat gaan we nou krijgen? Dat zou toch eigenlijk Cruijff moeten zeggen? Ja. En toen ben ik dat hele huis doorgegaan. En Frits leidt hier rond dan? In het kantoor. Hier zit hij altijd. Ja. Doet hij zijn dingen en zo. Wil je boven nog zien? Ja, dan laat ik naar boven, weet je. En het achterhuis. Het achterhuis. Ja. Maar dat deed hij bloedserieus. Dat deed hij bloedserieus. Dat vergeet ik nooit meer. Ja. Hij zei ook, Cruijff had een oud bureau uit de 16e of 17e eeuw. Klopt. Zei hij ook de prijs bij. Wat denk je? 10.000? Vergeet het. Vergeet het. Ja, hij was heel trots. Hij was heel trots. Ja, ja, ja. Trots op het bureau van Cruijff. Dat vergeet ik nooit meer, hoor. Idioot gesproken, hè. Ik zit dus met die Jan te tekenen op dat Centraal Station. Ja. In Rotterdam. Ja, voor de duidelijkheid boekjes, hè. Boekjes tekenen, ja. En we zijn tweeën. En we hadden die andere, hoe heet die wielrenner? Thomas Dekker. Ah, Thomas Dekker, maar die mocht pas tekenen na de dopingcontrole. Ja. En dat duurde even. Die hebben we eerst even op een stoel gezet. Ja. En die heeft eerst even midden in de Bruna gemasturbeerd. Ja. Ja. Maar ik moet zeggen, die mensen keken toch wel raar op. Dat hij zich af stond te trekken midden in Bruna. Dus, maar ja, in ieder geval. Hoe heette die ook alweer, die had al die longen bij Utrecht? Promé? Jij zegt, hoe heet die? Troepé. Ja. Ik ken ze nog niet zo goed, hoor. Troepé, daar moet ik even aan wennen. Ja. Maar Koos Troepé. Dus, Dat is wel vrij pijnlijk. Maar dan moeten wij proberen overheen te gaan. Dat zal niet makkelijk worden, maar we gaan het wel proberen. Wij hebben dan ook niet de reunie voor ons, hè? Nee, dat is waar. Maar wij hebben politieachtervolgingen voor ons, waar bekeuringen in guldens uitgedeeld worden. Dat is al een tijdje geleden, inderdaad. Ja. Maar we gaan toch weer een poging wagen. Wat? En Johan zei, wat nou als wij ooit ermee stoppen? Ik zei, ja, dan komt de E-team weer terug. Die hebben ze nog wel liggen, hoor. En Rocky, hè? Die hebben ze nog liggen, hoor. Maar Rocky is een soort vaste klant bij RTL 7. Ja, 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 ja. En als Rocky geweest is, dan krijg je weer James Bond Roger Moore. Ja. Nee, nu ik die bril zie, vroeger met... Heb ik dat wel eens verteld, die anekdote van die bril? Nee, dat we vroeger bij Europa Cup wedstrijden, als we dan naar het buitenland gingen als journalisten, dan waren er eerder hoeren op je kamer dan je koffers. Maar dan komen we onder het hotel, hij had een nachtclub en een collega van ons met een grote hoornen bril. Er was een nachtclub act en die mevrouw op het toneel ging zich uitkleden en die ging dan van het podium af en die voelde dan in je broek zo van... En als je een stijve had, dan moest je op toneel komen. Ja, nou, ja, ja, die collega met die bril, die had inderdaad een stijve. Ja. En die moest op toneel komen. Pakte ze Laten zo... Laten we zeggen Kees Jansma. Ja, joh. Maar we moeten er toch een beeld bij hebben? Ja, ja. Nou ja. Ja, oké. Okay. Maar jij niet. Ja? Kees Jansma. Ja. Ze pakt de bril van Kees. Ja. En duwt hem zo in de muts. Nee. Ja. Ja, en weg. Ja, die was helemaal weg.
En toen later, toen haalden ze hem eruit en kreeg Kees hem weer op. Nee, het was Kees niet. Ah. Helemaal beslagen. Met een barst in eruit. Nee, maar dat waren, wij gingen ook heel veel naar musea toe. Ja, ja, ja. Kees zou eigenlijk aanstaande vrijdag komen. Ik denk dat hij hier gaat komen. Nee, maar ik moet de verdediging aan Kees, want Kees kent dit verhaal ook. Ja, ik denk zelfs dat Kees erbij was, ja. Maar het was Kees niet, hoor. Nee, nee, dat zou Kees nooit toestaan. Het was Eddie Poelman. Ja. Nee, ik noem geen namen. Dat de mannen daar alweer klaar zitten. Ja, daar gaat zo meteen weer met pijltjes gegooid worden. Dus darts. De man die hier ook... zitten, Co? Nee, Co is er niet. Nee, Co... Vincent van der Voort volgens mij daar, toch? Taakstraf. Co loopt buiten, blikjes op de ruimte. Nee, maar ik dacht misschien dat Co pijltje rietjes had gegeten. Dakterietes. 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 Ja. Mooi. Altijd vrolijk, hè, Co? Ja. Nee, wereldgozer. Ja. Wereldgozer. Ja, dat vond je echt fijn. Eva Jinek vertelde mij vanmiddag, want die was tenminste vanmiddag de gast bij BNR, dat ze hem één keer iemand betaald heeft in al die tijd bij haar. Verder komt iedereen gewoon. En nou ja, voor Eva rij je graag naar Amsterdam. Jij gaat gratis naar Eva toe. Schat van de meid. Ja, kan altijd. Heel gespannen voor de uitzending. Dan is er absoluut geen garen met dat te spinnen. Is ze heel gespannen. Daarna gooit ze de 5 pils in. Dat is zo'n wijf. Dat is echt zo. Vanmiddag gooiden ze er tijdens de uitzending een paar pils in. Dat was helemaal goed. Het wordt echt een heel interessant weekend. Want er zijn eigenlijk louter wedstrijden die je moet zien. Ja, maar kun je niet wat eerder dan naar die plassen toe gaan met die hond? Jawel, maar Wilfred, kijk, jij hebt helemaal nergens verstand van. Van honden niet, hond, nee. Als je een hond hebt, ja? Die laai je 's ochtends... We hebben nu een konijn trouwens, leuk, hè? Ja. Maar ga door, ja. Hij en hoe heet die? Luna. Jan Slachter? Ja. Ik heb niet het idee dat wij nog bij Max terechtkomen, wat denken jullie? Nee. Ik moet toch maar bijtekenen, geloof ik. Nee. Bij Max komen we niet binnen, maar ik zou je geruststellen, we komen nergens binnen. Nee, die twee die met die Michael van Gerwen opliepen gisteren, die waren ook niet verkeerd. Die heb jij weer voorbij zien komen. Jezus, die hadden partieten, heb je nog gezien? Nee, dat was niet normaal meer. Heel gek, ik heb het gemist. Maar... Zo! Ja, dat is het enige. Ja, ik vind dat pijltjes gooien niks, maar ik vind die opkomst wel leuk. Daar kijk jij voor. Ja, dat vind ik leuk. Ja. En zijn vrouw heeft hem vergeven, toch, nu? Dus alles is weer wat goed voor Michael. Ja. Hij had avances gemaakt of zo naar een andere vrouw. Dus dat was in de publiciteit. In Engeland, dat heb je dan ook met Gullit gezien. Die vrouwen gaan dat gelijk aan de tabloids vertellen natuurlijk. Dus, oh, dat heb ik allemaal gemist. Ja? Nee, maar het is allemaal niet goed. Maar hij is echt een Adonis in Engeland, die Michael van Gerwen. Nou, hij ziet er ook goed uit. Ja, ja, prima, roze. Ja. Lekker bolletje. Maar jij was hier vanmiddag voor koning, voor koning voetbal. Arie Boomsma daar. Ja, die komt zo. Oké, okay, ja. Arie Boomsma. Dat vind ik zo'n eng nek. Ja, vind je dat? Johan Derksen. Heerlijke bromsnel dat je vindt. Ik zijn het over sommige dingen niet bepaald eens. Maar dat neemt niet weg dat ik jou een mooi figuur vindt in onze Nederlandse media. Precies, krijg ik dat idee wel, dat hij echt... Jij niet? Nou, er is één man in Nederland waar ik niet tegen kan. Ik ga hem alleen maar voor. Ik ga hem alleen maar voor. Nee, maar zo'n zelfingenomen man zonder een zelfspot hebben we nog nooit gezien. Beste Johan, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. 65 jaar, begrijp ik. Kijk ik een beetje van op, want ik dacht eerlijk gezegd dat je een stuk ouder was. Misschien wel het bewijs dat al die sigaren toch niet zo heel goed zijn. En dat beeld wordt misschien ook wel een beetje versterkt door het feit dat je nogal kort van memorie bent. Dat is ook iets wat je bij oudere mensen vaak ziet. Die de ene week niet meer weten wat ze de andere week hebben gezegd. En dat leidt ertoe dat je mensen afbrandt die je 2 weken eerder nog hebt opgehemeld en omgekeerd. Nou. Dit was natuurlijk even dolle, Johan. Moest ik ook even kwijt. Ik wens je toch een hele fijne verjaardag. En nog heel veel gezonde jaren erbij. Het nieuwe sjaal. Ah, ja. Mooi man. Ja. Een adem sjaal. Ja. Dit is het. Ja. Je moet je afkomst doodvlogen, hè? Nee. Ah, toch had je hem liever met die rode kleur er ook nog bij willen hebben, begrepen? Ja, die ADO-kleuren zijn mooier, hè? Als ze wel eens in die oude ADO-shirt spelen. Voor de beker. Kijk naar de uiterlijke van ADO. Ja. Die zijn mooi. Ja.
Heren, 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 hallo, ja. Hallo. Kijk, hallo. Als je daaraan komt, heren. Nee, dan moeten we oppassen. Hey, Co. We moeten naar dat even de slappe gelul stoppen. Ja. Ja. Ja? Schrijf eruit, joh, jij. Kappen nou, hè. Nou, zolang dit is de hoogste tijd voor de B-sporten. Gaat het thuis wel goed met je, man? Je bent zo gretig als 100.000 man, jij. Het gaat thuis helemaal niet goed, Hans. Thuis gaat niet goed? Nou, je daarover begint, dan kunnen wij de rest van het programma over volpraten. Echt waar? Niet goed? Nee, gaat helemaal niet goed. Hoe komt het? Hé? Hoe komt het? Ligt niet aan mij. Is het weer vervelend? Maar wil je erover praten? Steek je die sigaar nog zo op? Nee, ik wil er niet over praten. Nee, echt niet? Nee, ik klap niet uit de school. Nee? Nee, maar ja, het is dat teringwijf van Boelenroep. Ja, nou je toch wel over het begin. Ik denk niet dat dit de vrouw voor de rest van zijn leven is. Ik hoop het wel voor hem, want ja, ik ben het, voor het eerst met je eens. Het is echt een superleuke jongen. Ja. Ja. Ik sta te kijken. Nee, nee, maar ik vond dat meisje was er hier wel eens bij. Hoe heet ze ook weer? Sylvie. Vond ook wel een aardig meisje. Toen had ik niet verwacht hoe ze hier was dat die zich door iedere danser liet pakken. Nee. Ja, ik wilde eigenlijk een poging doen om dat... Ja, nee, ik lees die bladen ook natuurlijk. Ja. Ik wilde eigenlijk een poging doen om dat te nuanceren, maar... Bah. He? Ja. Bah. Ja. Hè? Zeg dat wel, bah. Ha. En hij is ook heel blessuregevoelig. Maar het zegt wel dat je zoveel geld op wil geven om toch nog een keer... Nou, dat vind ik allemaal geloof. Nou, ja? Ja, hij geld opgeven. Kijk, hij werd daar beledigd iedere dag. En in de kranten. Ik kan me voorstellen dat die jongens het daar niet happy voelt. En als je al helemaal gevuld bent, dan ga je toch niet je laten beledigen voor het geld van Betis. Nee, hij is echt dat meisje gevolgd. En als ik verkering had met dat meisje en ze zou in Siberië gaan handballen, ging ik daar in een talkshow zitten, ja? In Siberië. Je hebt dat die, kijk, ik heb foto's van dat meisje gezien, die staan in dat blad van ons. Ja, leuk blad is dat. En ik zou voor dat meisje in Alaska en op de Noordpool gaan voetballen, hoor. Ja, je vrouw kijkt dus niet, hoor. Die ook maar heel boos op ons was. Nou. Arie Boomsma. Ja. 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 En waarom? Ja. Nee, een traantje weggepinkt gisteren toen Jack voor de laatste keer wil Anton de Reus uit Strijden ook weten. De laatste keer. Nou, ik moet wel zeggen dat Jack van Gelder, kijk, we maken hier wel eens grapjes over hem. Nee, en daar kan Jack heel slecht tegen. Maar Jack, dat is allemaal satire, jongen. Dat is satire. Ja. Dat menen wij niet zo. Maar ik vind, in tegenstelling tot jou, is Jack natuurlijk wel een warm bad. Ja, dat is wel waar, ja. Kijk, ja. Jack is een gezellige man. Ja. En die deed dat op zijn manier. Maar je kon nooit een hekel krijgen. Ik stoorde niet aan Jack. Jack was ook een hele prettige collega. Ik ben met Jack de hele wereld over geweest. Het was altijd gezellig. Ja, op tijd naar bed en zo? Wij kwamen altijd wel in een bed terecht. Ja? Ja. Ja? Ja. Ja. En dat vertel ik verder niet zo. Gaf Jack dan commentaar? Als jij dan lacht, dat Jack zei... Nee, dan... Denk ze! Hier komt hij binnen, hier komt hij binnen! Hij duwt hem binnen, hij duwt hem binnen! Ja! Deed hij dat dan? Ja. Dat is wel leuk. Ik moet erover nadenken, maar de kleinkinderen van Kees Jansma staan in het boek. Dat is trouwens serieus waar. Ja, zijn die ook kaal? Ja, die zo tussenuit. Nee, hij heeft twee geweldige kleinkinderen. Echt, ja? Twee prachtige kinderen, ja. Nee, ik kwam gisteravond helemaal vrolijk thuis. Ga ik naar de herhaling van Pauw zitten kijken. Ja. Die twee verschrikkelijke enge disjockeys die met een ketting aan elkaar zitten. Mattie en Wietse. Het is toch verschrikkelijk. Jezus dat soort klootzakken ook nog in dat soort programma's mogen komen. Wat een verschrikkelijke gasten zijn dat. Ja, is dat zo? Die denken dat ze Jezus zijn, joh. Wat een minkoekels, die hadden met de Passion mee moeten doen, nou, die twee. Nou. Maar weet je wat het probleem is met die politici? Die Jesse, ja. Dat vind ik zo'n geparfumeerde kwiebus, die gozer. Maar dan zit ik een interview met hem te lezen. Ik denk, dan ga ik me lekker ergeren aan die lul. Met zijn opgestroopte mouwtjes. En dan lees ik dat hij zo graag als hij 's avonds thuis komt, dat hij heerlijk vindt om naar Voetbal en Sight te kijken. Oh nee. En dan heb je zo'n pyjama. Hè? In zijn pyjama. Ja. Heb je Kees ooit gezien? Ja, Kees was hoogblond ooit. Een blonde Adonis. maar Kees was inderdaad heel jong al kalend.
En ik weet nog wel, ik zeg, joh, je moet die gekke lok moet je eraf halen. En toen ben ik met hem naar John Meewees, een bekende kapper in Gouda geweest. Dat moest dan tussen de middag, want Kees zei, ik wil niet dat er mensen bij zitten. En dat begreep ik wel. Ja. En toen zeg ik tegen John Meewees, je moet Kees die lok wegdoen en kort doen. Echt een fris kopje geven. Maar toen zit Kees daar zo en ik zit daar zo bij. Ik zie hem in die spiegel. Maar dat was je niet gewend. Toen had Kees met dat korte haarplossing hele grote oren. Dus... Toen noemde ik hem Jumbo, het vliegende olifantje. Voor wie wordt het uitgegeven eigenlijk? Wat doen wij nou? Dat is toevallig, zeg. Dat geven wij als voetbal een site. Nou ja, en ik vind het leukste aan het boek... Kijk, ik hou helemaal niet van vechtsporten. Want ik vind vechtsporten altijd... zoals ik ook darters gekke mensen vind... Ja. Vind ik vechtsporters ook gekke mensen. Nou, wat vind je dat voor mensen, ja? Gekke mensen. Rico, wat doe je mee? Kijk, nee... Ja. Ik was nog niet uitgesproken. Oh, ja. Geef me even de kans. Nee, blijf rustig staan, Rico. Maar wat ik het leuke aan dit boek vind... Oh, ja. Kijk, hij is de enige die niet helemaal onder de plakplaatjes zit. En ik vind het leuke aan het boek... Dat, ja. De 33 voor lopen. Zo, ja. Nee. Ja. Dit is Kees. Is het homofie? Ja. Nou, kijk, er was ooit een tijd, dan noemden we hem Kees Jumbo, het vliegende olifantje. Toen noemden we hem Benno L. Nee, dit kan echt niet. Nee. Nee, maar dit kan niet, sorry. Nee, dit kan echt toen niet. Toen liep hij de hele dag met een fluitje om zijn nek. Nee. Nou, ga door. Ik wil heel serieus, maar dit kan echt niet. Nee, dit kan ook niet. Nee. Kijk, de Chinezen, mensen vroegen zich ook af of Arno Vermeulen, want het is nu het Chinese nieuwjaar, is het? Ja. Of die jou nog gelukkig nieuwjaar gewenst heeft. Ja, dat is ook wel leuk. Kijk, Arno Vermeulen, hè, dat is... Eerlijk gezegd is dat een bijzonder aardige jongen. Ja, is het ook. Dat is een heel aardige jongen. Alleen Arno die heeft in zijn presentatie wat arrogans, wat zonder enige twijfel verkondigt die stellingen zo van zo is het en niet anders. Ja, zoals dat jij dat ook doet. Nee, helemaal niet. Nee, ja. Ik doe dat met enige zelfspot. Maar... Ja. Nee. Maar Chinese nieuwjaar, je hebt het niet gedaan. Nee, ik is het niet het jaar gedaan, van de geit? Nee. Welk jaar nee, is maar van? Er wordt altijd een sfeer gecreëerd hier. Dat Arno een geweldige lul is. Maar Arno is eigenlijk een hele prettige jongen. Oh. Alleen, hij slaagt er niet in. Want ik... kijk, als ik in beeld kom... Ja, dan gebeurt er wat. Ik ben een warme kachel voor de mensen. Ja, dat is wel waar. Ja. Ja. Dat is bij Arno. Maar hij slaagt erin om altijd weer als een... Dus één man die heeft heel veel Amstel gehad. Kan die meneer uit de zaal verwijderd worden? Nee, warme maar... kachel. Arno blijft een ijspegel. Ja. Welk kamp zit jij? Matti of Wietse kamp? Welk kamp zit jij? Nou, ik heb de indruk dat die is Wietse met dat gestreepte overhemd? Nee, dat is Matti. Matti? Maar ja, dat met die stippels, dat die voor de poen gaat en dat die andere jongen een oor aan naait. Kijk maar... wat we allemaal gaan doen. Ik zie ze al klaar zitten, de mannen daar. Hè? Heb je ook een beetje de spanning al? Van Gerven gaat zo gooien. Ja, de pijltjes. Het is bukken, want ze gaan met pijltjes gooien. Ja. Ze zitten er klaar voor Roland Scholten. Maar Koos Tompé doet hij ook mee met dat toernooi? Nee, dit is de tweede ronde. Dan is Koos er nooit meer bij. Nee. B-artiest gaan zitten natuurlijk altijd, hè, met die Champions League. Dat doe ik niet. Dat doe je niet? Nee. Nee, ik vind John de Mol een prima kerel. Ik heb altijd graag voor John de Mol een keer willen werken. Maar één ding ziet hij helemaal verkeerd. Als er over voetbal gepraat wordt, dan wordt er met mensen over voetbal gepraat die recht van spreken hebben. Die een staat van dienst en ervaring hebben in dit wereldje. En niet met zangers, cabaretiers of politici. Dat hebben we allemaal al een keer geprobeerd. Dat is kut, dat slaat nergens op. Het is goed dat je het zo zegt, want ik bedoel, jij hebt John de Mol altijd hoog zitten. Dat heb je een paar maanden geleden nog gezegd ook. Jongen, die John de Mol, daar heb ik echt mijn hele leven naar opgekeken. Ja. Die snapt er helemaal geen reet van. Lekker, joh. Ja, lekker duidelijk. Ja, wees toch. Hey. Is toch gewoon lekker duidelijk? Lekker duidelijk, man. Onderdeel worden van dit programma. Ja. Nou, het zou een eer zijn. We hebben nog een logo nodig. Waarop dat schaatsen beleefd wordt in Nederland. Ja? Waarop dat becommentarieerd wordt in Nederland. Dat vind ik ongekend. Ja. Dat vind ik ongekend. Als je Mart Smeets ziet zitten. Erika Terpstra ziet zitten. Je ziet
Johnny Romme zitten. Je ziet die gozer die met zijn fiets door de voorruit van de auto Erwin Wennemars. Is. Ja. Erwin Wennemars zitten. Ja. Die hoofd is nu twee keer groter dan normaal. Ja. Kijk hem zitten. Ja. Met die plek op zijn hoofd. Ja, gewoon op stap geweest. Maar liefst 2 uur gaan we deze uitzending maken. En ik zei het al, al onze vrienden konden niet komen. Maar eentje is wel gekomen. Vriend van de show, dames en heren. Geef hem een hartelijk applaus. Peter Ede Vries, ja! Hij is er! Ja! Brunsum gereden, Wilfred. Ja? En ik was wat later, dus een pleuren zijn niet te geloven. Ja. Dus ik even gas geven. Daar heeft Kees er ook nog een vriendin gehad daar in die buurt, of niet? Dat was het niet. Ja. Ik weet niet of het waar was, maar Kees heeft wel eens tegen mij gezegd. Nee, niet doen. Nee, die had. Kees, nee. Kees, spring nu voor de trein. Maak hem maar af dan ook, ik bedoel. Nee. Kees zei dan, ze had zo'n Limburgs accent. En dan zat ze in de auto en dan zei ze... Kees, zet hem op een P en spuit me vol. Maar Harry vond het absoluut onzin. Maar het absolute hoogtepunt van de uitzending was dat er een dame binnenkwam... die gisteren volgens mij ook bij Umberto had gezeten. Nina heette die inderdaad. En Nina was wel gevormd en Nina had een behoorlijk crimineel verleden. En in prostitutie gezeten. Maar daar voel je niks van, zei Harry. Nou, Harry was vanaf dat moment helemaal van het padje. Die zei ook meteen, ik kan geen kritische vragen stellen aan Nina. Die heeft alleen maar zo naar Nina zitten kijken. Ja. En dat liep een beetje zo, dat interview. Maar even kijken. Nee, maar, ik was 16 jaar en toen belandde ik in de prostitutie. Waar deed je dat? Prostitueer. Ja, maar waar? Achter het raam. Ja, in Groningen. Nee, in Groningen. In Groningen. Ja. Ja, maar het is toch ook zo onnozel. Ja, ik heb 17 jaar in de prostitutie gezeten. Wat deed je dan? Ja, nee, wat deed je dan? Nee, maar jij volstrekt onnozel. Jij lachte zo hard, maar toen zei hij, maar waar zei ze? Toen zei zij achter het raam. Nee, zei hij, ik bedoel, welke stad bedoel je? Ja, hoe doet hij het, hè? Ja, dit is de ultieme rock'n'roll zanger van Nederland. En daar kan nog steeds niemand aan tippen van de jongere generatie. Barry Hay is nog niet te overtreffen. En die heeft een fantastisch nummer uit mijn tijd van de Ronettes in een nieuw jasje gegoten. En dit vind ik echt de ultieme kersthit. Want je wordt helemaal gek van die melige kutnummers over de kerst die uitkomen. Ja. Maar dit is toch voor jongen... Driving home from Christmas. Ja, dat gezeik. Maar dit is voor jong, maar ook voor oud. Het ideale nummer om met de kerst onder de kerstboom mee te blaren. Ja, absoluut inderdaad. Maar hoe doet hij het? Hij heeft... Waar moet die fles naartoe? Oh. Waar moet die fles naartoe? Nee, ik rook sigaren liever. Oké, waar moet je sigaren naartoe? Ja. Of wat doop als je bij je hebt. Ja. Nee, maar hij is 69. Barry, hoe heb je dat gedaan, man? Hoe kan dat nou? Dat je er zo uitziet en dat je nog zo kan zingen, man? Ik ga zo snel mogelijk naar huis. En dan ga ik huilen in bed. En goed leven, toch? Gezond leven en zo? Ja, goed bezig met Misschien is dat mijn fout. Ik probeer nog steeds iets anders in bed, maar dat lukt niet meer zo. S'morgens. Nee, s'morgens. Ga je uit. Nee, dan krijg ik hem niet meer overeind. Echt niet? Nee. Dat is slecht nieuws, man. Als je hem s'morgens niet overeind krijgt... Het begin van het einde, hè? Ja, zeker. Ja. Maar ik denk dat ik terug in een zonnebril bij je op ga zetten. Dat, probeer het. Ja, bij jou werkt alles nog, begrijp ik, Barry. Nogmaals. Bij jou werkt alles dus gewoon nog? Ja, nou, ik heb af en toe een pijntje hier en daar. Maar als ik dan ga lopen, dan gaat het weg. Ja. Het wordt tijd dat jij dat ook eens gaat doen, joh. Ja. Hey. Ik loop met de kleren. Mag je nou gaan lopen of hoe zit het? Maar ik moet zeggen, Barry zou wel hier aan tafel kunnen zitten. Hij voelt het sfeertje wel aan. Nee. Ik moet morgen spelen in de Ziggo. Een beetje respect. Oh, ja. Uitverkocht? Er zijn nog vleermuisplaatsen achterin, helemaal bovenin achter. Nou, ja. Misschien wat voor jou, Wilfried. Ja, vleermuis. Is voor jou, Wilfried? Ja, ik kom langs, dat weet je zeker. Ja, hang ik moet afzwemmen morgen. Ja, nee, hartstikke leuk. Maar dames en heren, staat gewoon een levende legende. Geef een enorm applaus. Barry Hay! Ja. Voor Jan? Ja. Voor jou. Ja. Ja, Jan. Ja. Van harte, hè? Hoi. Alvast van harte, hè? Lekker toch?
Hey, komt het goed van je, man, dat jij dat ook nog doet allemaal? Ja, van F-Side staat erin, dat zie je. Ja. Ja, dus dat komt helemaal goed. Als een onderdeel van mijn taakstraf. Dus ik zeg, nou... Is dit een onderdeel van je taakstraf? Ja, dat is, Ik zag jou met een beker binnenkomen, Koop. Wat was dat dan? Nou, ik heb één keer in mijn leven een toernooitje gewonnen en dat zenden we vanavond uit. Echt waar? Ja, maar dat was ook al 10 jaar geleden, hoor. Ja. Maar klopt het nou dat verkeerd ingegraveerd is? Ja, championship. Championship is verkeerd geschreven. Ben je er eentje? Kun je die Duitsers wel overlaten? Dat helemaal goed. Maar hartstikke tof, man. Hartstikke mooi, ervoor. Ja. En succes zo meteen aan die kant. Dank je gaat darts pijltjes gooien, toch zo? Ja, zo. Ja, oké. Okay. Met Marcel. De kleine gaat helemaal super. Ja, tandjes op dit moment. Daar weet hij alles van. Ja, dat is nu bij ons. Hey, jullie hebben gesprekstof. Kiesjes en zo, nu ook door. Ja, alles weten ze zo. Jo, het was weer razend gezellig. Ik kijk nu wel uit naar vrijdag. Wordt weer een topshow, want Emile komt langs voor de eerste keer. Emiel Schelvis. Ja, moet ik nu? Ja, ik denk, ik krijg nog wel een leuke reactie, maar nee, niks. Ja, Schot, boom, ik schiet op even te binnen. Premier League darts hebben we dan ook nog. En dan zijn we de Emiel Schelvis, zijn we dan weer. Ja, een vrijdag. Ja. Dat is niet commercieel om het aan te komen. Nee. Ben jij lekker Sjerdan kan niet zitten kijken, lekker toch, joh. Vrijdag hebben we Emiel Schelvis, zeg ik ook nog. Dus ja, in een glimp, ja. 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 Nou, dat wordt een kijkcijferrecord. Ja, nee, het viel even stil. Hartstikke lekker, dankjewel, Johan. Maandag zijn we er weer met Emiel Schelvis. Ja, er komt nooit een reactie op jou als ik dat zeg, maar dat geldt tezijde. Willem, hartstikke bedankt maar weer. Tot een volgende keer. Ja? Moet ik enthousiast doen? Moet ik even Koert Westerman doen? Nou, ja, bijvoorbeeld, ja. Emiel, dat is succes verzekerd. Ja, lijkt mij ook. Je darts. Met Koos, hè? Koos. Nee, Koos, Tom P. En Koos staat volgens mij al in te gooien. Koos, gaat het... Ja, kijk nou, Schot er ook. Ja, ze staan in te gooien allebei, ja. Oh, wat bukken, jongens. Raak die Ko het bord nog wel? Hey, Ko. Lukt die een beetje, Ko? Ko, kan je niet een kamertje verderop gaan ingooien? Hier, als Ko, ja. Gaat wel lekker zo, toch? Heerlijk. Maar Ko, laten ze zien of je nou een beetje raak gooit of niet. Kan dat of niet? Ko, zet die camera gewoon op dat bord. Hier hebben we niks aan. Zo kan ik het ook. Zo kan ik het ook. Dus is hij hoor! Kijk je! Na deze uitzending. Dat is om 11 uur. Eerst Koning Voetbal zo meteen. Hij heeft geen reclame op zijn shirt. Jawel. Niks op! Je weet altijd als Ko komt, want dan zit er in de ijskast van die grote leverworst, hè? Vind je lekker? Ja. Ik weet niet wat hij ermee doet. Vind je lekker? Kunnen ook van onder hoes zijn. Meteen is Koning Voetbal. Achter de vrijdag zijn we weer met Jan Boskamp. Voetbal International. En Ik lach niet hoor. En voor vandaag zit het erop.